Antwerpen, 2016. Ik zit op de koude vloer in mijn badkamer. Op mijn schoot een toilettas met zachte pels in tijgerprint en twee foto's. Twee keer wij twee, mijn vriendin Myrthe en ik, lachend in de zetel op haar terras in Creta. 10 jaar eerder verliet ik het eiland voor wat een kort familiebezoek in België zou zijn. Ik beloofde Myrthe snel terug te keren, binnen de maand, haar geregeld te schrijven en kleren in te zamelen voor een tweedehandswinkel die we ginder wilden opstarten. Op de luchthaven dacht ik eraan dat ik haar adres niet van buiten kende. En ze pende het voor me neer terwijl ik nog snel naar het toilet holde. Toen ik weer buiten was, werd mijn vlucht al afgeroepen. Myrthe kwam me tegemoet gelopen, duwde me mijn tas in de handen en zei dat ik moest opschieten, rennen, voor afscheid was geen tijd. Toen ik een dag later in Antwerpen mijn bagage uitpakte, vond ik wel een toilettas en foto's die Myrthe stiekem in mijn rugzak had verstopt. Maar vond ik nergens hoe ik ook elk vakje en zakje van mijn tas binnenstebuiten keerde, vond ik nergens het papiertje met haar adres erop. Ik probeerde me een moment voor de geest te halen waarop ik haar misschien mijn adres in België had gegeven, maar er schoot me niks te binnen. En telefoneren hadden we nooit gedaan, daar had zij een hekel aan. Ik besefte dat ik haar op geen enkele manier kon meedelen wat ik op mijn terugvlucht al had beslist. Dat ik afzag van onze plannen. Dat ik niet zou terugkeren. Dat ik te veel schrik had om in een ander land een nieuw leven op te bouwen. Ik vond snel werk. De maand ging voorbij. Het werd er 2. Het werd een half jaar, een jaar, 10. 10 jaar waarin ik geregeld terugdacht aan een bijzondere vriendschap, erover mijmerde met weemoed en schaamte. Een schaamte te groot om alsnog op het vliegtuig te stappen en Myrthe te gaan opzoeken. Des te groter is mijn blijdschap op die koude winterdag in 2016. Wanneer ik beslis een Facebook-account aan te maken en niet eens lang moet zoeken voor ik Myrthe daar terugvind. Haar lange haar is korter geworden, maar ik herken haar dadelijk op de foto. Het ronde gezicht, kuiltjes in de wangen, die gloeiende, intense blik, onmiskenbaar Myrthe. Ik zie dat ook zij is teruggekeerd naar haar roots en weer in Duitsland is gaan wonen. En ik scroll verder. Ik moet lachen op een filmpje bovenaan haar pagina. Zij bovenop de toog in een Duits café, dansend op Griekse muziek. Ik zie mensen kijken naar haar en lachen, klappen in hun handen. Zo is het dus nog steeds. En het aantal reacties onder het filmpje is overweldigend. Griekse, Duitse, Engelse, Spaanse. Gecondoleerd, lees ik. Innige deelneming aan de familie. Veel te vroeg van ons heen gegaan. Een toilettas en een paar foto's. Het is al wat me van haar rest. Ik schrijf haar een brief. Myrthe, ik heb lang staan wachten voor je deur. Geklopt en geroepen. Ik heb staan roken in de tuin. Ik heb de citrusboom bewonderd. Wat is hij gegroeid? Ik heb rond het huis gedwaald. Geprobeerd luiken te openen. Door de brievenbus geduurd. Alles lijkt hier te wachten op jou. Vuil en bestoft. Ik ging onder het afdak zitten. In je zetel die toen al voor de helft verregend en kapot was. Herinner je je nog die dronken avond waarop je het postpakket openmaakte dat al dagen in de gang stond? Je wist al dat het een verjaardagscadeau van je moeder was.
Altijd hetzelfde, zei je terwijl je nog een biertje opentrok. Of foute lingerie, of een toilettas. Het werd het laatste. Een tas met zachte pels in tijgerprint. Jij vond ze spuuglelijk, maar ik vond ze prachtig. Ik luister nu al uren naar de geluiden op straat. Telkens hoop ik je stappen te herkennen. Het piepen van het hek te horen. Jou nonchalant te zien naderen, blikjes bier in je hand. Hier, zou je zeggen, en we zouden lachend proosten. Er volgden nog meer brieven. Ik zal ze jullie besparen. Maar ik bundelde ze, stuurde ze op naar een uitgeverij en ik wachtte. Ik wachtte, wachtte en wachtte, tot ik op een dag de moed had zelf te bellen. Ik kreeg een redacteur aan de lijn die zowaar mijn manuscript had gelezen, of toch doorbladerd. Hij klonk extreem verveeld. Al die emoties, zei hij. Met een verkreukeld zelfbeeld borg ik de brieven op en haalde een manuscript van onder het stof waaraan ik al jaren bezig was. Dochter. Verbeten werkte ik eraan verder. Het moest en zou me lukken dit verhaal uit te brengen. Het lukte me ook. Net zoals bij jullie een blijdschap en trots die we delen. Al die eerste keren, de allereerste keer je eigen boek vasthouden. Een bijzondere recensie, een lieve lezersmail, een eerste interview, speech, longlist, shortlist. Het afgelopen jaar was er voor mij een van diep geluk en een constante met bijna niks te vergelijken. Euforie. Myrthe is dood. Eén scène spook nog geregeld door mijn hoofd. We stonden zwijgend voor het raam te kijken naar de regen die de straat in een modderstroom had veranderd. Die tweedehandswinkel, zei ze. Ik schrok op. Die zou ik eigenlijk liever beginnen zonder jou. Het kwetste me zo dat ik niks kon uitbrengen. Het zou zonde zijn om hier nog langer te blijven. Ze fluisterde bijna, zonder me aan te kijken, sloot toen de luiken. Dankjewel. Het boek van Lenny, Dochter, waar een heel schoenzige cavia op de cover staat, maar vergis u niet, het is heel rauw en kil bij tijden en het grijpt echt naar de keel, is te koop hier in de boekenstand buiten, net zoals de boeken van de andere debutanten in de dienstmededeling. De volgende debutant is Marieke Lucas Rijneveld, jullie waarschijnlijk allemaal wel bekend, die eerste stukje zal voorlezen uit De Avond is Ongemak. Als je dat zin hebt, ga je gang. Dan ga ik een stukje voorlezen over Sinterklaas. Het is bijna Sinterklaas en ik geloof stiekem nog een beetje. Dus ik kijk er heel erg naar uit. Ik weet niet of hier iemand eigenlijk Dieuwtje Blok kent. Ja. Ja, niet heel veel mensen dus. Ja, heel veel. Ik ben niet meer praat. Ja, heel veel Nederlandse vrienden van mij waren daar verliefd op als kind. Ja, ja, ik ook. Nog steeds. Maar in Vlaanderen is het natuurlijk niet zo heel bekend. Maar goed, ze komt in het verhaal wel voor. Vader met zijn hoofd in zijn handen aan tafel zitten. Hij luistert niet meer naar de veearts. Zich ineens geheimzinnig naar voren buigt en fluistert, ik vind je jas prachtig staan. Ik weet niet waarom hij fluistert, want iedereen hoort het. Maar dat heb ik vaker mensen zien doen,
alsof ze willen dat iedereen zich een beetje naar voren buigt, de oren spitst, naar hen toe trekt als een magneet en daarna weer iedereen op zijn plek krijgt. Iets met macht. Ik vind het jammer dat Hanna bij een vriendinnetje logeert. Anders zou ze kunnen horen dat het gered worden niet lang meer zal duren. Dat ik misschien het voorval met het kaarsboordje moet vergeten. Ik was het geloof in hem daardoor wel wat kwijtgeraakt. Net als de keer, ik zat in groep 6, toen vader mij aan tafel riep. Het was de eerste keer en tegelijkertijd de laatste keer dat we een gesprek aan tafel voerden zonder de koeien als hoofdpersoon. Ik moet je iets vertellen, zei vader. Mijn vingers zochten bestek, iets om aan vast te houden, maar het was nog ver voor etenstijd en de tafel was nog niet gedekt. Sinterklaas bestaat niet. Vader keek me niet aan toen hij het zei, maar staarde naar het koffiedik in zijn kopje, hield het schuin. Vader schraapt opnieuw zijn kiel. De Sinterklaas op school is Tjerre, onze vaste melkklant, die met het kale hoofd. Ik dacht aan Tjerre, die voor de grap wel eens met zijn knok op zijn hoofd klopte en met zijn mond dan holle geluidjes produceerde. We vonden het prachtig, steeds opnieuw. Ik kon me hem niet voorstellen met een baard en mijter. Ik probeerde iets te zeggen, maar mijn kiel zat net als de regenmeter in de tuin tot aan de rand toe vol. Uiteindelijk liep hij over en begon ik te snikken. Ik dacht aan alles wat gelogen was, aan het zitten voor de open haard en Sinterklaasliedjes zingen in de hoop dat hij ons zou horen, al het nu hoogstens een koolmeesje had gehoord. Aan de mandarijnen in onze schoenen, waardoor onze sokken zuur roken, aan Duwtje Blok, die misschien ook nep was, aan het lief zijn, omdat we anders mee de zak in moesten. En Duwtje Blok dan? Die is echt, maar de Sinterklaas op televisie is een acteur. Ik keek naar de pepernoten die moeder voor mij in de koffiefilter had gedaan. Alles wat we kregen was precies afgewogen, zo ook de pepernoten. Ik liet ze onaangeroerd op het tafelblad liggen. De tranen bleven maar komen. Toen was vader opgestaan van tafel en had een theedoek gepakt en mijn tranen ruw droog gewreven. Hij bleef me vegen, zelfs toen ik niet meer huilde. Alsof mijn gezichtje helemaal onder de bruine schoensmeer zat. Het smeer van de illusie Pieterhoed. Het liefst wil ik op zijn borst bonken, zoals hij jarenlang op de deur had gedaan en dan wegrennen de avond in, om voorlopig niet meer terug te keren. Ze had al die tijd gelogen. Toch probeer ik in de jaren die volgden het geloof in de goedheiligman net zo hardnekkig te bouwen als het geloof in God. Zolang ik ze voor me kon zien, of op televisie, en zolang ik iets te bidden of te wensen had, bestonden ze. De veearts steekt het laatste brokje roosje van zijn bord in zijn mond. Buigt het dan maar naar voren, legt zijn bestek in een kruis op zijn bord, dat teken dat hij uitgegeten is. Hoe oud ben je? Vraagt hij. 12. Dan ben je bijna compleet. Compleet voor het gekkenhuis, zul je bedoelen, zegt Bobbe. De veearts negeert hem. Het idee dat ik bijna compleet ben voor iemand maakt me trots. Al lijk ik juist meer en meer uit elkaar te vallen, maar het compleet altijd een goed teken is, weet ik wel. Zo ook mijn flipoverzameling ook bijna compleet en zijn nog maar 3 plastic koesjes leeg. Zo zal ik vast op een gegeven moment hetzelfde gevoel krijgen als wanneer ik door het map blader en denk aan de potjes die ik gewonnen en verloren heb. Al lijkt het me lastiger om door jezelf heen te bladeren. Maar misschien moet je daar volwassen voor zijn. Op hetzelfde streepje in de dubbels blijven hangen, je lengte niet meer uit kunnen gummen. En Rabonsje werd op haar 12e opgesloten in de toren en gered door de prins. Er zijn maar weinig mensen die weten dat de naam afgeleid is van Rapontius, van Veldsla. De veearts kijkt langdurig naar me. Ik snap niet dat je nog geen vriendje hebt. Als ik zo oud was als jij, dan had ik het wel geweten. Mijn wangen worden net zo heet als de zijkanten van de jukom. Ik weet niet wat het verschil maakt. Waarom het als 12-jarige wel had geweten, maar het als oudere man in de leeftijd van vader niet meer begrijpt. Volwassenen weten toch alles? Morgen kans op regen, zegt vader vanuit het niets. Hij heeft het hele gesprek niet meegekregen. Moeder blijft heen en weer lopen tussen het aardige en de tafel, zodat niemand opmerkt dat ze haast niet eet. In mijn natuurboek las ik over mieren dat ze 2 magen hebben. 1 voor zichzelf en 1 om andere mieren te voeden. Ik vind het een ontroerend mechanisme. Ik wil er ook 2 hebben. Dan kan ik 1 maag gebruiken om moeder op gewicht te houden. De veearts knipoognamen. Ik neem me voor om morgen over hem te vertellen aan Bellen.
Eindelijk heb ik ook iemand om me over te fluisteren. Ik zal niet zeggen dat hij veel rimpels heeft. Nog meer dan het ongestreken tafelkleed. Dat hij ouder is dan vader en wijde neusgaten heeft waar zeker 3 frietjes tegelijk in passen. Ik zal zeggen dat hij nog knapper is dan Boudewijn de Groot. En dat betekent wat. Ben en ik luisteren naar school tot op mijn zolderkamer vaak naar zijn liedjes. Als we heel verdrietig zijn, ben ik al soms erg somber raak als Tom geen grote X meer sms't, maar enkel een kleintje, terwijl achter een punt vanzelf een grote komt en dus de moeite heeft genomen om de hoofdletter te vervangen. Zeg het tegen elkaar, ik heb een verdronken vlinder in mij. Dan knik we alleen maar, weten precies hoe de ander zich voelt. Dankjewel. Ik vind het interessant dat je in dit stukje het geloof in Sinterklaas met het geloof in God vergelijkt. Want ik vind het altijd eigenaardig dat mensen die niet in God geloven hun kinderen wel wijsmaken dat Sinterklaas bestaat. Ja, voor mij was het toch een beetje hetzelfde, Sinterklaas en God. Dus toen Sinterklaas van zijn voetstuk afviel, toen dacht ik van nou, dat zal met God ook niet goed zitten. Maar goed, dat moest ik nog een tijdje volhouden. Maar in die zin, in het boek, het hoofdpersonage Jas groeit op in een heel streng gelovig gezin, waar het geloof in God wel belangrijk is. Dus was het in die zin een domme zet van de vader om haar te zeggen dat Sinterklaas niet bestaat? Nou, in het boek, ja, Jas blijft heel gelovig, eigenlijk meer uit angst. Want ze is bang, als ik het geloof opgeef, dan word ik gestraft. Dus ze ziet eigenlijk, God is een straffende God, geen lieve God. Dus zij eigenlijk hoe meer aanwijzingen er zijn dat ze misschien niet zou moeten geloven, niet zou horen te geloven, hoe sterker zij naar God toe gaat. Omdat het enige houvast is eigenlijk. In veel interviews over De Avond is Ongemak wordt het op het autobiografische aspect gespeeld, omdat je ook in een heel gelovige gemeenschap bent opgegroeid. Hoe heftig is dat als je net debuteert met een boek om daar constant op gewezen te worden, op de eventuele parallellen tussen jezelf en de personages? Ja, nou ja, ik weet natuurlijk wat wel waar is en wat niet waar is. Dus ik heb altijd gezegd, inderdaad zit autobiografisch element in, maar ik heb heel gespeeld ook met de fantasie. Dus het loopt bij mij allemaal door elkaar. Dus in die zin vond ik het niet zo, voelde ik me niet betrapt of zo, omdat het voor mij... omdat ik altijd fantasie met werkelijkheid mix. En ik kom ook niet uit zo'n gelovig gezin als in het boek. Ik heb dat gewoon enorm aangedikt. En dat vind ik heerlijk om te doen ook. Ik heb daar niet echt veel last van gehad, omdat het gewoon een roman is, alsof ik het een autobiografische roman genoemd. En dat is het gewoon niet. Mm. Dus maar ik las ergens wel in een van die interviews dat je boven je werktafel het woord onverbiddelijk gekleefd had. Ja, absoluut. Nou ja, ik heb wel een tijdje moeite gehad om te durven schrijven. Om mezelf natuurlijk bloot te geven, maar ook om naar mijn familie toe en bepaalde thema's aan te schrijven of te raken. In die zin was het dus... We hebben dus eigenlijk boven mijn bureau inderdaad, nadat Lise Spitten tegen me had gezegd van ja, je moet onverbiddelijk zijn en niet rekening houden met anderen. Niet zo hard zei ze het niet hoor, maar wel, daar kwam het eigenlijk een beetje op neer, want als je dat gaat doen, dan kun je het schrijven opgeven. En toen dacht ik, nou, dus ik zet dat gewoon dan op mijn muur, dan komt het vanzelf wel goed, dan komt het wel in mijn werk terecht. Een beetje magisch denken, maar het heeft wel deels gelukt. Misschien had ik nog onverbiddelijker kunnen zijn, maar goed. Ik heb nog wel wat boeken te gaan, denk ik. Maar in dit boek heb ik het wel geprobeerd. Ja. Was dat lastig of net bevrijdend? Tijdens het schrijven was het wel bevrijdend, maar toen het eenmaal sprake van was dat hij uitkwam, vond ik dat wel. Toen dacht ik, oh, maar nu gaat het ook echt gelezen worden. Ja, en, dat hoort erbij. Als je dat hoort erbij. Maar goed, en je bent ook heel goed gelezen, natuurlijk. Ja, maar, en dat weet je natuurlijk niet van tevoren. Dus je hebt. Dus je denkt eigenlijk in het begin alleen maar van, oh, wat als mijn familie het leest? Dat hebben ze gelukkig nog niet gedaan, dus daarover kan ik nog niet zoveel zeggen. Maar ja, al die lezers, dat heeft me eigenlijk alleen maar gesterkt, denk ik, in het gevoel dat ik mag schrijven. Dat ik juist
of binnen kan en moet zijn. Nu, je bent eigenlijk al strikt genomen eerder gedeputeerd in 2015 met gedicht, een kalfsvlies. Dat was toen nog als Marieke Rijneveld. Nu ben je gedeputeerd als Marieke Lucas Rijneveld en met een roman. Voelt dat als een nieuw debuut of is het meer van hetzelfde voor jou? Nee, het is een nieuw debuut omdat het Broadway is. Maar voor mij voelt de kalfsvlies denk ik wel echt als een echte debuut. En dat was het eerste stapje in de literatuurwereld. Voor de eerste die iets uit had gegeven. En ik had helemaal geen weet van dat er recensenten waren of dat iemand daar iets over kon schrijven. Had niemand je op de bestand van recensenten geweest? Ik was het verteld, maar ik dacht gewoon dat het overkon mij niet. En was ik ook niet mee bezig of zo. Terwijl bij mijn roman is dan ineens natuurlijk anders. En dan denk ik, oh, stel dat ik geen recensies krijg, die angst. Nu is het meer stel dat ik wel recensies krijg. Maar nee, maar het blijft altijd heel spannend. Maar dus het voelt allebei als mijn debuut en ze hebben ook heel veel overeenkomsten. Dus heel veel thema's in kalfsvlies was een soort van probeersel eigenlijk voor mijn roman, als ik het een beetje aftastte. En ook dat ik nu, Marieke Lucas, ik denk dat zat er toen ook al in, maar nu is het alleen maar op het boek bijgekomen. Dus het voelt niet als een nieuw begin of zo, maar het is een voortzetting. Want het is wel prettig dat je die Lucas er nu bij zet. Gewoon. Ja, nee, het voelt mij voor mij wel heel vrij en dat de uitgever zei van dat doen we gewoon, dat is prima. En nu wordt het wel een beetje natuurlijk een schrijversnaam. Dat was niet helemaal de bedoeling. Ik dacht, ik wil ook echt zo heten, want nu wordt het echt een schrijversnaam en blijven mensen je verder wel een beetje Marieke noemen. En zou je liever hebben dat de schrijversnaam de echte naam wordt of mogen die twee werelden? Dat was wel de bedoeling. Maar nu wordt het, dat je overal zo aangekondigd wordt, is het natuurlijk meer je schrijversnaam dan te worden. Maar aan de ene kant is het ook wel fijn dat ik kan nog beslissen dat ik verder wil als Marieke of verder wil als Lucas of dat het Marieke Lucas blijft. Of een heel andere naam, dat is dan weer de vrijheid als schrijver. Ja, als het allemaal niet gaat lukken, dan ga ik waarschijnlijk nog een andere naam verzinnen. Als je heel nieuwe thema's wil aansnijden, ja, kan je het toch eens als iemand anders proberen. Ja, dat is een goed idee. Ik vind, je had het net over magisch realisme, dat zit de hele tijd bijna in het boek, vind ik, of een soort magisch denken van het hoofdpersonage. Denk je dat dat eigen is aan de leeftijd, of is dat iets dat je er extra bij krijgt als je gelovig wordt opgevoed? Misschien heb ik dat wel een beetje meegekregen. Dus ik herken het bij mezelf heel erg. Dat ik, het is natuurlijk iets kinderlijks. Kinderen hebben heel veel, die denken heel magisch. Maar volgens mij is het bij mij gewoon, is dat gewoon doorgegaan. Dus je bent er nog niet vanaf? Ik ben er nog niet vanaf, maar nu koester ik het meer dan eerst. Omdat ik het nu kan gebruiken om in het schrijven. En het is ook wel een veilige wereld, denk ik, het is natuurlijk een soort van ontsnapping aan de werkelijkheid ook. En ik vind het dus alleen maar heel tof dat het nu zo goed opgepakt is. En het, ja, Jas is iemand die vlucht in haar fantasie en daar gaat ze heel ver in. Ze denkt dus ook bijvoorbeeld dat de moeder die stopt met eten. En ze heeft net op school over de Tweede Wereldoorlog gehad, dus dan zullen wel de Joden in hun kelder zitten. Wat natuurlijk voor een vrouw in 2000 redelijk onmogelijk is, maar... Ja, dat ze zo lang vergeten zouden zijn in die kelder, lijkt wel sterk. Maar het is natuurlijk wel heel mooi voor zo'n meisje die dat gewoon... Zo'n kind kan dat echt denken. En sta je jezelf dat soort, noem het magische gedachten of noem het fantasie, ook toe als je niet aan het schrijven bent? Of is dat dan echt... Ja, ik denk dat ik altijd wel veel in mijn fantasie leef en... ook dat is misschien mijn soort vluchten. En ik hoop dat altijd blijft eigenlijk. Het helpt niet altijd mee trouwens hoor. Soms is het ook wel goed om iets meer in de werkelijkheid te staan, denk ik. Maar ik heb dat mezelf al zo lang aangeleerd en zo vanaf kinds af aan. Denk uit een soort van angst of zo, dat ik dat ook niet zo snel kwijt te raken. En het is ook wel heel veel werk wat ik maak ontstaat uit die fantasie. Dat gaat maar door. En vooral als je op de fiets zit, dan is dat... moeten mensen maar eens proberen. Dat is gewoon... Op de fiets komt heel veel werk van mij in mijn hoofd. Je denkt gewoon heel veel sneller en je fantasie dus ook meer.
Dus eigenlijk moet je gewoon een soort van... Eigenlijk dacht ik pas, ik moet een fiets in mijn kamer hebben. Een fiets op rolletjes, dat is dat. Ja, en dan schrijven. En kan je een voorbeeld geven van zo de laatste keer dat je dat soort gedachten hebt gehad? Ik heb het wel vaak dat ik... jullie kennen... Ja, Matthijs van Nieuwkerk, is die wel bekend? Ja. Presentator van de Wereldraad Door talkshow op de Nederlandse televisie. Ja, ik fantaseer dus heel vaak dat ik met hem in gesprek ben. En het zijn altijd hele goede gesprekken. Hij stelt hele goede vragen, ik geef hele goede antwoorden. En dus ik was altijd daarover van dat fantaseren. En nu zit ik soms daar aan tafel. Maar het blijft dan toch. Omdat je bent toch altijd weer aan het verbeteren. En dus je fantaseerde al dat je met hem in gesprek ging voor je hem effectief ooit gezien of gesproken had. Ja. En valt hij een beetje mee of valt het tegen? Hij viel mee, ik viel soms zelf wel tegen, door alle spanning. Maar op een of andere manier ga je dan, dus dacht ik, oh, maar dan zal je fantasie wel stoppen. Maar nu ga je toch altijd denken, een soort nog verbeterde versie van het eerdere gesprek of van een vervolggesprek. Dat blijft en dat is, dat is maar één fantasie, maar dat is, zo werkt het dus een beetje in mijn hoofd. En weet hij dat hij zo vaak in je fantasie opduikt of heb je hem nog niet verteld? Nee, ik heb het wel een keertje verteld, maar toen werd ik volgens mij een beetje verlegen. Toen zat hij ook in de fysiologie, dus het was de eerste keer dat ik hem zag. Dus ik dacht, dat moet ik wel even zeggen natuurlijk. Nog mensen die vaak opduiken, ja, naast Diebertje Blok natuurlijk. En dat hebben we eigenlijk nog niet duidelijk gemaakt. Hij met Diebertje Blok presenteert geloof ik het Sinterklaasjournaal. Heel lang, ja. En dat is echt, bijna iedereen in Nederland is inderdaad wel of verliefd geweest. Dat is wel echt bijzonder voor zo'n, één iemand. Het is gewoon fantastisch, omdat zij zorgt altijd dat wat er ook gebeurt met die Pieten, hoe hard het ook stormt, of ze komen altijd weer goed terecht. En je denkt het niet, want je denkt alles gaat fout, maar het komt weer goed. Dus ik vond het als kind vond ik het heel fijn. En ik dacht, oh, ik wil... Het is een soort veilige haven. Ja, een soort moederfiguur, heel... heel veilig, ja. Ik vrees dat we zullen moeten afsluiten, want zoals ik al zei, er zijn veel debutanten en die willen allemaal over een debuut praten. Maar fijn dat je er was vanavond en veel plezier in je hoofd. Ja. De volgende twee debutanten mogen nu op het podium komen. Jullie mogen al naast mij komen zitten. Ja, jullie hadden Laura Peder en Bart Moerman. Peder, zeg ik het goed eigenlijk? Pedert, echt? Ah, pardon. Ik vind Peder eigenlijk mooier. Ja, sorry. Excuus. Ja, ik heb heel lang gezocht naar iets wat jullie bindt, want jullie zijn hier bij elkaar gezet. Jullie zitten alle twee een beetje in de muziekwereld. Klopt. Jij, Bart, bent programmator bij Trix, als ik het goed heb. En jij bent natuurlijk bekend als zangeres van Nederlandstalige liedjes die je zelf ook schrijft. Ja. Singer-songwriter, dus eigenlijk. Ja. Maar straks meer daarover. Jullie mogen nu een stukje voorlezen eerst. Ja, kies maar. Weg het uit. Ik heb twee vrouwen, een man. Ja, dat is goed. Oh ja, en je boek heet Niet dat het iets uitmaakt. En is ook te koop, als ook alle andere boeken. Ik zeg het nogmaals, hiernaast aan de uitgang. Nog ruimte voor verbetering van dit ding. Dus bij deze. Horen jullie me? Oké. Ik ga een semi-willekeurig hoofdstuk voorlezen, geselecteerd op basis van het feit dat het geen dialoog bevat. Of toch een absurd minimum. De gangen van het ziekenhuis waar ik reis zijn roken zoals ziekenhuizen ruiken. Jullie schreden samen door de brede gangen naar de lift. Wachten, ping, twee stappen vooruit, synchroon de liften. 180 graden draaien, knoopje duwen, cirkeltje met een 1 erin. Lichtje gaat branden als je duwt. Halt harder op de vierde verdieping. Deuren gaan open, er gebeurt niets. Deuren gaan weer dicht. Jij en Sarah's vader die elkaar aankijken. Mondhoeken heel even naar beneden. Aankomen op de eerste verdieping, door de boksen speelt pianomuziek. Sarah's vader, die je niet zegt of hij naar links of naar rechts is, maar heel zachtjes begeleidt met zijn hand tegen je onderrug. Integer en sereen. Zo dansen jullie de eindeloze gangen door. De dubbele jetlag zorgt ervoor dat alles onecht aanvoelt. Deur, deur, muur, deur, deur, muur.
Tot in het oneindige, in een waas van theelicht, een film. Gelukkig was het allemaal niet echt, of voelde het althans niet zo. Daar zou je nu waarschijnlijk even niet mee om kunnen gaan. In alle kamers lagen mensen en machines. Androïden met meer behoefte aan elektriciteit dan aan voedsel en warmte. Hulpeloos en vermoedelijk stabiel. Je had geen idee hoe je zou reageren als je Sarah zo zou zien. Hier ligt Francis, wees Sarah's vader. Je stopte abrupt. Je keek naar binnen en zag maar weinig in de donkere kamer. Je probeerde iets definieerbaars te bespeuren, tot je ineens doorhad dat je recht in Francis' ogen keek. Het was een blik waarvan alles in zat, maar waar je niets uit kon halen. Ik kom zo, zei hij tegen Sarah's vader. Je bleef voor de deur gaan staan zonder het oogcontact te verbreken. Je zette een stap in zijn richting en je zag hoe hij zijn kaken op elkaar perste. Je zette nog 3 stappen. Je stond naast zijn bed, terwijl jullie elkaar nog steeds strak aankeken. Je wist niet wat hij wist en hij wist niet wat jij wist. Je had zelden zo intens gecommuniceerd. Er werd geen woord gezegd. Hij slikte en ademde zwaar. Uit zijn linkerarm staken wat draden en hij had blijkbaar ook een hoofdwond opgelopen. Voor de rest zag hij er fysiek eigenlijk heel normaal uit. Het was die blik die het hem deed. Je hoorde flarden van de muziek op de gang. Je zette een stap achteruit en loste de blik. Je wandelde de kamer uit en ging naar rechts, die van Sarah in. 2 blikken keken vliegensvlug je kant op en een 3e blik volgde traag de andere 2. Je bleef staan. Je keek de hele kamer door en zag grote bomen door het raam. Je wilde daar zijn, buiten. Je had het allemaal niet gewild. Je wist zelfs niet dat het jouw schuld was. Je wist niet eens wat er allemaal gebeurd was en het te weten komen zou ook niet makkelijk zijn. Sarah's moeder stond op, kwam op je af en knuffelde je. Goed dat je er bent, jongen. Dan keek ze naar haar echtgenoot. Die zag eruit alsof er hem iets te binnen schoot. We laten jullie even alleen, zei hij. Ze gingen naar buiten, de deur viel in het slot. Het enige wat je kon horen was een ijlstabiel gepiep. Machines die er enigszins verouderd uitzagen. Sarah lag volledig ergens wacht tot en bedraad op een bed. Buisjes, compressen, verbanden. Enkel haar gezicht was vrij en intact. Haar mooie ogen en zachte huid waren ongemoeid gelaten. Mocht je enkel haar gezicht zien, zou je denken dat ze er geweldig uitzag. Je kreeg het vreemde gevoel dat je op een podium stond. Overal was het licht uitgegaan en 2 grote spots waren nu op deze ruimte gericht. Het enige wat er was, was het hier en nu. Dat had je nog nooit meegemaakt. Een verhoogde staat van paraatheid, receptief, aanwezig en verscheurd. Sarah, zei je. Je zuchtte. Je wist niet wat je moest zeggen. Sarah, zei je dus nog maar eens. Ze had exact dezelfde blik in haar ogen als Francis daarnet. Er begon je iets te dagen. Sarah, zei je nog eens. Daarbij stak je heel kort je rechterhand naar voren om hem dan weer tegen je lichaam te laten vallen. Je had spijt dat je was wie je was. Je vroeg je af of het te laat was om er nu nog iets aan te doen. Het gepiep was ongeveer op dat moment gaan vertragen, besefte je later. Je bleef dan ongeveer nog 5 minuten zo staan, terwijl je buiten het zachte getik van hakken op de ziekenhuisvloer hoorde. Bedrijvigheid in een andere wereld. Ik heb spijt, zei je. Van alles. Dank u. Dank u wel. Zonder de planning dat jullie elk om beurt willen voorlezen en dat ik dan vragen zou stellen, maar dat lijkt mij ineens raar, want nu ik dit gehoord heb, heb ik allerlei vragen voor je. Wat er mij meest opviel tijdens het lezen was de keuze voor de je-vorm. Dat zie je eigenlijk niet zo vaak in de literatuur, lijkt me. Waar komt die vandaan? Ik heb me daar zelf eigenlijk nooit heel veel vragen bij gesteld. Ik denk dat dat voorkomt uit het feit dat een mens zichzelf wel regelmatig ziet, of ik althans, vanuit een soort vogelperspectief, dat je jezelf ziet en dat je jezelf dingen ziet doen. Alsof je in je eigen film meespeelt. Zoiets, maar zoals ik het nu net verwoord, je ziet jezelf. Dus eigenlijk is die derde persoon is op een gekke manier een soort tweede persoon. Dus voor mij is dat eigenlijk een beschrijving vanuit mezelf die je dingen ziet doen, maar dan uiteraard niet over mezelf. Oké, is het publiek nog mee? Oké, dan komt dit even op te helderen. Dus de je is eigenlijk een ik, maar dan in een soort andere vorm. Maar ik vraag me ook af waarom jij eigenlijk überhaupt gedebuteerd bent. Want je schrijft in het boek, hij wilde grote verhalen vertellen, maar die waren allemaal al verteld. Hij wilde nieuwe wegen opgaan met de literatuur, maar die waren allemaal al ingeslagen. Het gaat over een personage met schrijfambities. Mm-hmm. Ben je daar zelf tegenaan gelopen, tegen dat probleem? Nee, ik denk dat ik meer ben beginnen schrijven vanuit het enigszins basale idee van ik wil iemand zijn in zijn leven die ooit een boek heeft geschreven, zoiets bucketlist-achtig, ja. Dus wat dat je schrijft doet er eigenlijk geen reden toe, maar je wil graag schrijver zijn?
Dat was wel, dat is effectief zo. Allee, ik wist wel van mezelf dat ik het Nederlands enigszins machtig was en dat een volzinsschrijven wel lukte. En dan besefte ik net als Marieke daarnet, opeens, ooit eens op de fiets, ik weet dat moment nog vrij goed, dat ik opeens wist over wat ik ging schrijven. Dus toen dacht ik van, hier heb ik iets om effectief over te schrijven. En misschien is het handig als je het publiek kort even zegt waarover je dan geschreven hebt. Wat ik me toen bedacht op de fiets, was het gegeven van iemand die naar een begrafenis moet gaan van iemand waar hij eigenlijk niet of niet meer om geeft. En de gemengde gevoelens die dat met zich kan meebrengen. Voilà. Zo'n scène zit inderdaad in het boek. Mm-hmm. Je figuur is eigenlijk, maar dat heb je ongetwijfeld opzettelijk gedaan, ik heb hem een paar keer tegen de muur willen slaan eigenlijk, mm-hmm. Want het is een vervelende... Ja, vervelend, een egocentrisch figuur. Het is een man van ongeveer jouw leeftijd, denk ik. Hij werkt in de uitgeverswereld en ja, hij zit wel gebeiteld wat zijn job betreft, mm-hmm. Maar ja, ik kan niet zo goed uitleggen waarom ik hem zo irritant vond, maar... Ja, het is iemand die heel zelfzeker is, maar vooral heel ondankbaar voor alles wat hem te beuren valt. Ja, alles valt hem in zijn schoot en hij staat er bij stil. Ja, en hij staat zich daar geen vragen bij, van dat allemaal heel voor de hand liggend, dat dat allemaal gebeurt. En dat er mensen zijn die hem graag zien, maar daar doet hij, dat vindt hij allemaal heel normaal ofzo. Dus ik kan me inderdaad wel voorstellen dat hij niet de meest sympathieke figuur is. En maar kon mij dan wel weer heel goed voorstellen dat het leuk was om zo'n personage te maken? Ik weet niet. Wat dat was, is wel het geval was dat ik al een bepaalde affiniteit voelde met personage, wat dat voor mij dan makkelijk maakte om die niet al te hoekig te maken ofzo. Dus om daar iemand van te maken waarbij de gans die persoonlijkheid wel klopt ofzo. Dus dat er niet superveel tegenstaat. Het was niet moeilijk om bepaalde dingen erin te passen. Het was gewoon heel veel slechte eigenschappen op een hoop. En dat helpt. Ja, ik vond hem wel herkenbaar. Er zijn nogal wat mensen die ik vaak weg ken die op hem lijken. En op hun begrafenis zou ik ook niet oprecht treurig zijn. Dus in die zin is hij wel geslaagd. Ik heb ook gelezen dat je naar New York bent gaan schrijven. Mm-hmm. Was dat nodig? Dat is ook... Of is dat gewoon omdat dat past bij het schrijver zijn? Schrijver zit in New York. Effectief. Ik ben niet te beroerd om dat toe te geven. Ik wilde iemand zijn die ooit eens in New York een boek had geschreven. Dus ik dacht, misschien moet ik dat gewoon even gaan doen. Maar ja, dat klinkt zo wel lullig als ik het zo zeg of zo. Nee, maar, ik weet niet, het speelt zich ook voor een stuk af in New York. En denk ook gewoon dat ik de geografische en mentale afzondering wel nodig had om ergens te zijn waar ik normaal niet ben, om van daaruit te kunnen werken of zo. Denk niet, ik heb dat nu nog steeds, dat ik het heel moeilijk vind om gewoon hier iets te schrijven. Mensen willen te vaak met je op café? Nee, hoegenaamd niet. Maar dat is heel raar. En nu heb ik daar iets op gevonden door mijn tweede boek in het Engels te schrijven. Dus dat niet de taal is ook van de mensen om mij heen als ik aan het schrijven ben of zo. Dus dat is echt wel een bepaalde afstand of zo die je nodig hebt. Zodat je in een andere wereld zit, dat klinkt heel lullig, maar je wilt heel hard loskomen van de echte persoon die je op dat moment bent ofzo, omdat dat anders veel te aanwezig is. Je zei dat je gaf dat ruiterlijk toe, vind ik wel mooi. Er zijn er zoveel meer, maar niemand zal het toegeven dat je graag een boek wilde geschreven hebben en graag schrijver wilde zijn. Mm-hmm. Nu heb je dat gedaan en je hebt er zelfs de publieksprijs van de Bronzen Uil mee gewonnen. Mm-hmm. En? Valt het mee of denk je toch van moi? Het schrijven zijn? Yeah. Ja. Dat is lastig. Dat is plezant. Nee, dat is heel lastig om daar iets over te zeggen. Nu heb je zo wat gevoel dat je een marathon hebt gelopen. En nu zou je vooral... je denkt voordat je dat doet, dat je na die marathon blij gaat zijn, dat je een marathon hebt gelopen. Maar dan loopt die en dan ben je eigenlijk gewoon niet tevreden met je tijd. Dan hebben die in 4 uur gelopen en dan dacht je, wat voor loser loopt nu een marathon in 4 uur? Misschien moet ik proberen om die in 3 uur te lopen. Ah, ik hoor het al aankomen, je bent aan iets nieuws bezig in het Engels. En je hoopt je tijd te verbeteren. Klopt. Veel succes daarmee. Anne-Lore, als jij wil voorlezen, graag. In Lam
is mijn hoofdpersonage Lucia. En die ziet op haar 6 jaar, zit zij in de auto en zij ziet haar moeder een winkel binnenstappen en die moeder komt niet meer naar buiten. En de jaren daarna weet niemand waar de moeder naartoe is en wat er met de moeder gebeurd is. En zij groeit op met een vader in huis die geen flauw idee heeft hoe hij aan zijn dochter moet uitleggen dat hij haar eigenlijk wel graag ziet. En de scène die ik ga voorlezen is een scène uit de periode waarin Lucia oud genoeg is om eindelijk het huis uit te gaan. Het was een zaterdag toen haar vader in de tuin stond, een zaterdagochtend. Ze zag hem zodra ze de keuken binnenkwam. Ze was het beeld niet gewend, hij was nooit thuis, ook niet op zaterdag. Laat staan dat hij wel eens in de tuin bezig was als Lucia er was. Als hij al het gras maaide, deed hij dat terwijl zij op school was, dat kon niet anders. Maar het was een zaterdag en hij stond in de tuin, op een ladder. Met een zaag die veel te klein was, probeerde hij dikke takken van de boom af te zagen waar zijn vrouw zo vaak onder had gezeten. Zijn gezicht was in een verbeten bocht gevrongen. Lucia liep de tuin in en ging bij de ladder staan. Haar vader schrok. Lucia, goedemorgen. Wat doe je? Vroeg ze, naar hem opkijkend. De boom snoeien, dat zie je toch? Antwoordde hij. Met die zaag? Haar vader keek naar het ding in zijn handen en toen terug naar Lucia. Ja, met deze zaag. Hij keerde haar de rug toe en ging verder waar hij was gestopt. Papa, dit is gekkenwerk. Hij draaide zich brusk om en zei, laat me nu maar gewoon doen, Lucia. Ze bood geen verweer, zelfs niet toen ze zag hoe hij bijna in zijn vingers zaagde. Ze haalde koffie en ging in de ochtendzon op het terras zitten, terwijl haar vader zich in het zweet werkte. Het zag er therapeutisch uit. Het snoeiwerk was doelloos en de boom begon er triest uit te zien. Rondom lagen grote takken, maar de meeste hingen nog half aan de stam. Haar vader was iets aan het afreageren op de boom, maar ze durfde hem niet te vragen wat er scheelde. Toen hij het huis binnenging en haar passeerde, glimlachte hij even, als om zich te verontschuldigen. Ze knikte, maar ze wist niet wat te zeggen. De stilte was niet anders dan op gewone dagen. Even later kwam haar vader weer naar buiten met een enorme hamer in zijn handen. Lucia had hem nog nooit gezien. De steel was zo lang als haar arm en 2 keer zo dik. De hamerkop had de grootte van een gigantische baksteen. Het ding leek loodzwaar. Ze volgde haar vader terwijl hij langs het huis naar voren liep, maar maakte geen aanstalten hem tegen te houden. Aan de straatkant veegde hij zijn voorhoofd af met de rug van zijn hand. Toen zette hij zijn voeten wat uit elkaar, boog zijn knieën, zwaaide de hamer naar achter en terug en maaide met een woeste slag de paal waar het brievenhuisje van haar moeder op stond onderuit. Het huisje overleefde de val, maar lag er zielig bij in het gras. Ze stonden er met z'n tweeën aan te kijken. Toen draaide haar vader zich om. Zo, zei hij, dat wilde ik al heel lang doen. Enkele weken later trok Lucia het huis uit. Ze had de laatste doos net ingepakt toen haar vader in de deuropening verscheen. Ben je echt zeker? Lucia knikte. Je hebt mij hier niet nodig, papa. Ik moet hier weg. Dat weet je. Hij leunde tegen de deurpost. Maar je bent nog zo jong. Niet doen, papa. Ze stak haar hand op om hem te doen zwijgen. Ik ben niet te jong. Ik ben volwassen geworden toen mama verdween. Toen jij verdween. Ze zag dat de laatste woorden hem pijn deden. Volgens de wet ben ik hier al langer dan nodig. Hij glimlachte om haar uitleg. Maar het was de glimlach van een oude man. Zal ik je anders brengen? Ik heb een auto, zei ze. Hij knikte en maakte plaats toen ze met de doos langs hem heen manoeuvreerde. Maar ik zou je kunnen brengen, zei haar vader. En daarna komen we nog even terug, kunnen we samen avond eten. En dan kun jij daarna met je eigen auto vertrekken. Lucia schudde haar hoofd. Haar vader volgde haar naar de voordeur waar de rest van de verhuisdozen stond. Het waren er 4. Alles wat ze had, zat in 4 verhuisdozen. Ze zei hem dat het niet nodig was, maar hij nam al een doos in zijn handen en liep naar de auto. Ze passeerden elkaar onhandig in de deuropening. Zowel zijn als haar ongemakkelijkheid was pijnlijk voelbaar. Toen Lucia de laatste doos in haar wagen had gezet en de kofferbak dichtsloeg, keek ze naar het huis. Haar vader keek naar haar. Waarom niet gewoon een dorp verderop? Hij ademde diep in en uit. Het is niet bij de deur, nee. Ze sloeg haar armen om hem heen als afscheid. Ik kom nog wel langs, papa.
Onhandig en ongemakkelijk stond hij in haar omhelzing, maar ze voelde hoe hij toch dicht bij haar kwam staan, hoe hij toch probeerde het moment nog even vast te houden. U weet waar je mij kunt vinden als je me niet thuis vindt, Lucia. Ze haalde diep adem en liet hem los. Ja, papa, dat weet ik. En toen was het voorbij. Lucia stapte in haar auto, zwaaide kort naar de man bij het huis en reed de straat uit. Ze had alleen zichzelf nog en ze schreeuwde om verandering. Dankjewel. Annelore, jij bent al jaren bekend als zangeres. Wilde jij, net als Bert, ook gewoon graag schrijver zijn? Of hoe is dit boek ontstaan? Ja, het is een beetje dubbel. Hè. En dat is een stap, omdat veel mensen zeggen dat de zangeres gaat ook eens een boek schrijven. Maar, dat was niet wat ik in zin. Nee, maar ik weet dat veel mensen dat wel denken. We zitten in Vlaanderen een beetje met een hokjesmentaliteit op dat vlak. Maar dat is mijn eerste liefde, boeken. En nog voordat iemand mij had gezegd, je hebt een mooie stem, je kunt gewoon zingen, wou ik schrijven, of dat dan nu liedjesteksten waren, of boeken, of wat dan ook. Maar dan ben ik in die muziek gerold en voor het wist was er precies geen tijd meer om boeken te schrijven. En tot 2 jaar geleden. En hoe heb je dan plots beslist om die tijd wel te maken? Omdat ik op muzikaal vlak even een fameuze klop had gekregen. Ik had er even, Bert zal dat ook in de muziekwereld, dat lijkt altijd allemaal heel mooi en heel rock en roll en heel plezant. Maar er komt ook heel veel gedoe en shit bij kijken. En je moet daar heel sterk voor zijn. En ik ben, mensen die mij kennen weten dat ik een emotionele vrouw ben. En ik zat er wat door en ik voelde op dat moment, er is maar één manier om daar weer uit te raken en dat is doen waar ik gelukkig van word. En dat was op dat moment, ik had 2 maanden tijd en ik dacht, ik sluit mij op. En ik heb zo'n oude zeecontainer in de tuin, ik sluit mij daarin op en ik schrijf wat ik al heel lang wil doen. Ik schrijf een boek en mijn lief zei, ik heb u nog nooit zo gelukkig gezien als nu. Dus ik kwam altijd blij die container uit. Ja, lachend, vrolijk, zingend. Het was ook wel zoeken, hè, want het was wel, ik voelde wel elke dag opnieuw dat ik daar met heel veel goesting aan begon. En dat, op het moment dat ik mijn computer dichtklapte, dat ik ook echt een goed gevoel had. En dat is plezant. Nochtans, het klinkt allemaal heel vrolijk en positief, maar nochtans, het boek is best duister. Je hoofdpersonage Lucia of Lucia, ik vroeg het mij af. Lucia. Ja. Lucia, ja, het is een soort hedendaagse vrouwelijke job. Er valt nogal wat onheil op haar hoofd. Je las net voor dat haar moeder haar in de steek laat in een oververhitte auto als ze 6 was. En daarna wordt ze gepest op school. Eigenlijk al bij al een nogal ellendige jeugd. En als volwassene zwalpt ze ook zo'n beetje. Was dat een soort vlucht in de ellende van je hoofdpersonage? Het was wel eens tof om iemand anders miserie te laten meemaken. Zo'n personage dat je zelf creëert in je hoofd. Want in mijn muziek gaat het altijd over mezelf. En ik ben nogthans een heel vrolijke en gelukkige vrouw. Maar ik schrijf daar niet zo graag over. Ik vind dat zoveel interessanter om te schrijven over iemand die leidt aan het leven. Zonder dat je daarom zelfmoord moet plegen op het einde van je boekje. Maar dat je toch voelt dat... Ja, ik vind dat toffer in zo'n personage dat iets meemaakt. Geluk is te saai om te beschrijven. Ik lees dat eigenlijk niet zo graag. Het bestaat ook, het wordt niet zo heel vaak gedaan. Nee, ik ben ook snel, als ik iets vrolijk schrijf of vrolijk vertel, heb ik het gevoel dat ik snel ben uitgebabbeld. Of dat je snel in clichés vervalt. En dan denk ik, er zijn daar anderen veel beter in. Laat die mensen maar doen. Ik word contenter van iets te schrijven waar dat voor mijn gevoel dan wat meer vlees aan hangt. Nu, het is ook niet alsof er in je boek geen sprankjes hoop zijn. Wat ik eruit heb meegenomen is dat vriendschap misschien wel belangrijk is dan familie, want dat heeft ze dan wel. Het hoofdpersonage heeft 1 hele goede vriendin. Ja. Ja. Vrienden, het zijn ook mensen die dat er al uitgaat. En dat is nooit initieel mijn bedoeling geweest om daar vriendschap zo belangrijk in te maken. Maar ja, ik vind dat, het is misschien dan wel iets dat dan van mij mee in het boek geslopen is. Ik vind vriendschap iets enorm waardevol. Dat is zo vaak dat ze zeggen dat mensen die zo een nieuw lief hebben en die plots niet meer met hun vrienden uitgaan, dan denk ik, maar wacht, als het ooit gedaan is met dat lief, ga je vrienden nodig hebben? En dan denk ik, dat is zo die,
Ja, dat kan bijna familie zijn, uw vrienden. En dat komt inderdaad wel wat terug in het boek. Die steun van vrienden. En een oproep om je vrienden niet te vergeten, want uit gaat het toch? Nee, maar misschien wel. Ja. In de end kan er zoveel fout lopen dat het dan fijn is dat die mensen er zijn voor u. En ga je nu verder met schrijven na het debuteren? Beviel het? Of ga je gewoon terug weer de muziekwereld in? Ik zit er terug in al, maar we zijn nu aan het spelen. Maar die vraag wordt nu veel gesteld. En dan denk ik, het beviel mij zo goed, het schrijven. Het voelt een beetje na als nu zo. Die ene autostrade, dat is nu zo'n tweevaksbaan geworden. En de ene keer rij ik op de ene baan en de andere keer op de andere baan. En het boek wordt heel goed ontvangen, dus dan denk ik, het geeft een goed gevoel, dus dan wil ik dat blijven doen. Ik ben bezig aan een tweede, dus dan, er komt een tweede boek, ik zal het wel zeggen. Oké, dankjewel. Is mag ik minder licht? Ik zie niemand. Graag wil ik mijn publiek zien. En nu licht op het publiek? Iemand? Licht? Nee. Ja, dank je. Meer? Oké. Oké. Een goede avond, publiek. Een goede avond. En goede avond, debutanten. Het is bijzonder om debutanten te zien, want toen ik begon, waren jullie nog niet geboren. U begon in 1993, als ik het weet. Nee, eerder, ik zal het straks vertellen. En het is interessant om te zien, leven is zo mooi en de grond. Ja, verzint nieuwe verhalen, nieuwe boeken, nieuwe mensen op de fiets en wat dan ook. Bijzonder. Ja. Ik heb 15 minuten, hè? Ja, helemaal voor u. Oké, 15 minuten tijd en ik probeer over mijn debuut te praten. En niet alleen over mijn debuut en wat mijn debuut met mij gedaan heeft. Want het is ook goed voor debutanten die hier zijn. Ik heb een lange weg gelegd tot hier, van mijn debuut tot mijn laatste boek. Ik zal het even heel snel langs die pad lopen. Mijn debuut, ik heb twee debuten. Ja, mijn eerste debuut had ik in het Persisch geschreven, in Farsi. En het was zo'n, ik was 24, 25. En heel jong. En het was oorlog, niet oorlog, het was tijdens de revolutie. En de Ayatollahs hadden de macht veroverd. En het ging over arrestaties, dood. En schrijven was iets geks. Wie ging in die tijd fictie schrijven? Nonsens, het was geen tijd voor fictie. Dus dat is de tijd van oorlog en executie. En ik ging, en het was oorlog tussen Iran en Irak. Irak was een provincie van, tussen Iran, is moeilijk om te zeggen, en Koerden, dat bedoel ik. Koerdistan is een provincie van Iran. Maar goed, de rest is Iran, er zijn Koerden, maar toch, we zijn één land. En ik ging daar naartoe. Ik was journalist van een ondergrondse krant. Ik ging daar naartoe om een verslag over de oorlog te schrijven. Want er werd geen woord over die oorlog in de kranten geschreven. En ik als een ondergrondse journalist ging ik naar Koerdistan om zo'n verslag over de oorlog. En dan kwam ik met een boek. Dat had ik helemaal niet verwacht. Ik wilde altijd een beroemde, bekende, geliefde Persische schrijver worden. Maar ik had hem niet verwacht dat ik naar Koerdistan ging en met een debuut terugkwam. En ik ging naar een uitgeverij, de grootste, en ik zei,
Ik heb een manuscript. Hij kent mijn manuscript. En zei, helaas kunnen we dat niet uitgeven. Waarom niet? Het was gevaarlijk. En de uitgeverij werd gewoon in fake. Verbrand. Door zo'n boek. En ik ging bij een andere uitgeverij. Helaas kunnen we het niet uitgeven. Oké, en dan ik zette mijn manuscript onder mijn arm. En ik liep en ik ging langs een steeg. Een beetje droevig. Echt niemand die mijn manuscript had gegeven. Er kwam opeens de knecht van de grootste uitgeverij. En hij zei... Hij riep mij. Oké, in mijn echte naam, in mijn paspoort is dat. Geen Kader Abdullah, gewoon... Meneer, oké. Mag ik je manuscript? Hij was knecht van de uitgeverij. Ik zei, ja, hoezo? Hij zei, ik zal je boek uitgeven. Jij... Maar eigenlijk de uitgever had zijn knecht naar mij toegestuurd. Zonder ze het boek ondergronds of illegaal uit kunnen geven. En ik zei, oké, alsjeblieft. En hij zei, verzin een naam. Want ik kon mijn echte naam niet op de kaft zetten. Huh? En hij zei, verzin een naam. En ik dacht, wat kan ik dan verzinnen? Op dat moment waren er twee vrienden, kameraden van mij geëxecuteerd. In Teheran. De ene heette Kader, de andere heette Abdullah. En ik zei, Kader Abdullah. En de man zei, oké, Kader Abdullah. En de titel van je boek, ik heb hem een titel gegeven. En hij verdween. 3 weken later lag mijn boek op de straat. Illegaal, werd verkocht, bestseller. Maar ik kreeg geen cent en niemand wist dat ik de schrijver was. Ik was er gewoon naar kijken. En ik durfde nooit te zeggen dat ik had geschreven. Oké, dat was mijn debuut. En ik zal iets anders vertellen. Ik heb een boek geschreven. Het gordijn, voordat ik die 1 jaar geleden... in dat boek heb ik geschreven. En dan, mijn zusje, ze was 15. En mijn neef, hij was 21. Ze hadden mijn manuscript, ik had mijn manuscript thuis onder het bed van mijn moeder gestopt, verstopt, zodat het niemand kan vinden. Het was waardevol, het was mijn manuscript, het was mijn debuut. En mijn zusje en mijn neef hadden ze boek gevonden, een manuscript gevonden en ze wisten dat ik Kader Abdullah was. En ze hadden het gelezen, maar ze waren echt achtergekomen, de politie was achtergekomen dat ik Kader Abdullah was. Ze vielen ons huis binnen, mijn zus werd gearresteerd, mijn neef werd gearresteerd, mijn zus 15 jaar, kwam 7 jaar in de gevangenis en mijn neef werd geëxecuteerd. Niet alleen door mijn boek, maar mijn boek, mijn manuscript was een aanleiding om ze gearresteerd te worden en verder. Dus, mijn eerste manuscript. Mijn verhaal is lang. Ik heb ze in mijn romans over geschreven. En dan, vele jaren later, vluchtte ik weg. Oké? Ik heb nog 7 minuten tijd. 5 minuten tijd. Vele jaren later, vluchtte ik weg. En ik kwam in Nederland terecht. Ik was een man van 33 jaar. En ik kwam in een asielzoekerscentrum terecht. En in een asielzoekerscentrum 3-4 maanden in Nederland gebleven. En daarna kreeg ik een huis aangeboden. Ergens, ik weet niet waar. Op een dag kwam een busje. En ik stapte erin met een koffer. Ze brachten me naar een dorp waar ik een huis aangeboden gekregen had. Oké? Het dorp heette Zalle, het meest gereformeerd dorp van Nederland. Vrouwen met die lange rokken en met die dingetje op hun hoofd. Ik ging daar naartoe. Ik had een plan ooit om een bekende, beroemde Persische schrijver te worden. Maar ik was in dat dorp
teruggekomen. En ze praten in een zwaar dialect. Ik was de enige die een beetje beschaafd Nederlands sprak. Ik heb nog 3 minuten. Ik was gefaald. Gevallen. Diep, diep gevallen. Diep gevallen. Diep gefaald herinnerde ik me een oud Persisch gezegde. Hoe dieper je ook valt, hoe dichter je bij goud terechtkomt. Het was geen oud Persisch gezegde. Ik heb hem zelf gemaakt. Want ik wilde niet doodgaan. Ik was psychisch ziek geworden in dat dorp met die dialect waarin ze spraken. Hè? Ik kwam overeind. Ik zocht naar goud. Ik wist het. Goud lag voor mij in de taal. In de Nederlandse taal. Ik pakte de fiets en ik fietste naar de bibliotheek. En ik ging rechtstreeks naar de mevrouw van de balie. Ik boog me voorover en ik zei, mevrouw, ooit wilde ik een bekende, beroemde, geliefde Persische schrijver worden. Maar er is niets van terechtgekomen. Nu heb ik een boek nodig, een belangrijk boek. Maar ik heb één probleem, ik kan het nog niet lezen. De vrouw liep naar de boekenkast, kwam met een doen boekje, overhandigde het mij. Jip en Janneke van Annie en Geschmied. Nog 1 minuut, 1,5 minuut. Ik begon als een gelovige Jood voor de heilige muur Jip en Janneke uit het hoofd duren. Toen ik zo'n 1000 woordje geleerd had, we hebben het over debuut. Ik besloot om in het Nederlands te schrijven. Ik schreef in het Nederlands met 1000 foutjes. En ik corrigeerde. En mijn eerste Nederlandstalig boek, mijn debuut, werd na 3 jaar gepubliceerd. En dan, ik heb nog 1/2 minuut tijd. En dan mijn tweede, derde, 4, 5, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20. En? Eén vraag. Ik kom vanavond op dezelfde alleen om dit te vertellen. Hoe is het mogelijk? Ik ben niet super getalenteerd. Ik ben een gewone schrijver. Net als al die debutanten die hier zitten en zaten. Maar hoe is het mogelijk? Toen wist ik het niet. Maar ik wist waarom ik weggevlucht was. Maar ik wist niet wat ik zou krijgen. Ik weet het nu. Ik vluchtte weg om jullie te ontmoeten. En het is een magische, wonderbaarlijke ontmoeting die alleen met een debuut in een andere goddelijke taal mogelijk was. Ik dank u. En wel ook het 20e boek van de nooit in Perzië groot geworden schrijver is te koop buiten aan de boekenstand. Dienstmededeling ten einde. Ja, het is wel opmerkelijk. U wilde graag een groot Perzisch schrijver worden. Dat is door politieke omstandigheden niet gelukt. U bent ondertussen wel een Nederlands schrijver geworden. Hoe groot u bent, zullen we na uw dood weten. Zo gaat dat met schrijvers. Maar weten ze daar in Iran eigenlijk van? Zijn er nog mensen in Iran die weten dat u nu schrijver bent? Een microfoon is belangrijk, denk ik. Ja. Daar. Ja, in Iran weten ze dat ik schrijver ben, want er is in Iran televisie, radio, alles is in de handen van de Ayatollahs.
En ze worden niets anders dan de Ayatollahs, imams, de Koran en de rest vertoond en ontgetoond. Maar er zijn twee belangrijke internationale televisies. Eentje is BBC Persian of Persian BBC en Persian and the Voice of America of American television. En deze twee via satellieten sturen ze hebben de televisie die bijna Iran heeft zo'n 75 miljoen bewoners, bijna 40 miljoen mensen zitten elke avond en deze twee televisieprogramma's te kijken. En deze twee televisieprogramma's hebben me vaak geïnterviewd. En vooral als mijn boeken zijn in vele talen vertaald. En ook in Engeland en ook in Amerika. Maar als mijn boeken daar gepubliceerd zijn of waren, werd ik door ze geïnterviewd. Mensen in Iran weten iedereen dat ik een schrijver ben. Maar ze weten niet waar ik over schrijf. Het is dus bijna gelukt. Bijna gelukt. U heeft het over die televisieprogramma's die trouwens ook een rol spelen in de roman die u pas heeft uitgebracht. Want daar is uw hoofdpersonage een cineast die zichzelf leert filmen. Nogal dicht bij de gebeurtenissen zit van de revolutie in Iran. En dan die filmt dat allemaal. Maar dan moet hij vluchten en dan wordt hij uiteindelijk ook op die zenders uitgezonden. Heel interessant dat ik ben het net achtergekomen, dat wist ik niet. De hoofdpersoon van dit boek is ook bezig met een debuut. Ja, want hij is een cineast. Hij heeft altijd films gemaakt, maar hij is nu oud. Hij woont in een boerderij in Nederland en hij komt pas achter dat je met camera jezelf niet kan zijn. En hij probeert gewoon zijn verhaal op papier te zetten. Hij probeert het in het Persisch en hij voelt dat hij toch nog beklemd zit door al die culturele remmen, zelfcensuur, blokkade, de remmen van Ayatollahs, vaderlijk, moederlijk, taal, alles. Hij kon niet zichzelf zijn. En hij wilde in Engels schrijven. Hij dacht, dat kan niet. Er zijn zoveel mensen die in het Engels hebben geschreven. En hij beslist in het Nederlands te schrijven. Hoewel hij niet in de staat is om in het Nederlands te schrijven. Maar toen hij begint zegt, hey, ik voel me als een astronaut. Want er is geen remmen meer. Ik ga omhoog, ik kom naar beneden, ik ga naar links, ik ga naar rechts. En hij begint met een, en hij komt met een debuut van 1000 pagina's. Maar er is een probleem. Hij heeft het in zijn eigen Nederlands geschreven. En niemand kan dat lezen. Heerlijk. Heerlijk toch. Maar toch, hij neemt zijn debuut mee naar een schrijver, naar zo'n persoon als Kader Abdullah. Hij zegt, dit is mijn debuut. Maak er iets moois van. En het resultaat is dat. Dus zou u debutanten aanraden om in een taal te gaan schrijven die ze eigenlijk niet machtig zijn, omdat ze dan interessante dingen gaan doen? Hier was een jonge man, een debutant, hij heeft besloten om in Engels te schrijven. Bijzonder. Oh ja, hij is al verdwenen, zie ik. Bijzonder. Schrijven, spreken in een andere taal kan iedereen. Het is gewoon toeristische taal. Oké? Ja, dat gaat gewoon passeren. Ja, net als een toerist die naar Engeland gaat of naar Amerika. Je ziet prachtig, mooi. Je kan ook spreken. Je kan ook een McDonald's bestellen. Dat is geen probleem. Maar schrijven in een andere taal, door het schrijven in een andere taal, creëer je een nieuwe ik. Een nieuwe personage. Een nieuwe schrijver. En een nieuwe manier van het schrijven. Dus van harte, jongeman. Zo jong is hij ook niet, maar goed. Ik denk dat hij 30 is. Is dat al te oud? Oud. Is dat al te oud om nog een hoop? Nee, dit is bijzonder. Dit is een bijzondere leeftijd. Geniet ervan. Tot slot, ik vrees dat de tijd dringt. U heeft de tijd mooi volgemaakt daarnet. Zijn er nog andere tips voor debutanten die u wilt delen?
Kijk, een debuut is eigenlijk nog niets. Dit is gewoon... Noteer, een debuut is eigenlijk nog niets. Ja, je hebt een beetje... Het was een goud... Je bent een goudzoeker, laten we zeggen. Een mijnwerker, of mijnwerker, sorry, geen goudzoeker. Mijnwerker. Met je eerste roman heb je een beetje zo'n 1, 2, 3 meter heb je gegraven. En dan, je moet dieper gaan. Dieper, dieper. En die dieper is je onderbewuste. En het wordt een boeiende reis. Want je komt jezelf tegen. Dieper en dieper. Geniet ervan. En wees niet bang voor de reactie van anderen. En recensenten. Het is je plicht om je op papier te zetten. En geniet ervan. Dankjewel. Oké, alsjeblieft. Mm. De volgende debutanten die nog niet diep genoeg gegaan zijn, waarschijnlijk, maar jullie hebben nog veel boekende tijd. Maarten Goethals en Cathy Matthijs, jullie mogen het podium bestijgen. Maar wie zal ik beginnen? Wie wil? Wie wil eerst voorlezen? Ja, jij staat er nu wel, dus doe maar. Cathy Matthijs is auteur en journaliste, geeft ook schrijfles en bespreekt voor de Standaard vooral Engelstalige literatuur. Ik ga een stukje voorlezen uit mijn roman Verdwaaldheid. En in dit fragment hoor je een Amerikaanse schrijver vertellen over zijn kindertijd en zijn jeugd. Hij had een vriendin, Kay, iemand die uiteindelijk is verdwenen. En op dit moment in het boek is zij net terug. Ze is nog een beetje vroeger in haar jeugd. Ze is op dat moment ook verdwenen geweest, maar ze is nu terug. Gekomen. Het is vervelend voor David en ook voor de moeder van die vrouw dat zij altijd vertrekt, want ja, ze is onvoorspelbaar, ze is grillig. En daar begint het fragment. Clara, dat is de moeder van die verdwenen vrouw, Clara en ik moesten het stellen met terloopse opmerkingen. Soms liet ze een naam vallen. Trudeau, Ginger. Die tweede was een vrouw bij wie ze enkele nachten onderdak kreeg. Op een keer dronken we te veel en de wijn maakte haar spraakzaam. Wist je dat je dronken wordt wanneer je lang naar de sterren kijkt, vroeg Kay. Ik liet haar praten, ze was op dreef. Soms bleef ik meer dan een uur liggen en dan leek het alsof er geen onderscheid was tussen hier en daar. Het was net alsof ik midden in de sterren zat, zei ze. Ze liet zich zelden zo openhartig uit en op rechtstreekse vragen over de maanden van haar verdwijning gaf ze helemaal geen antwoord. Clara en ik leerden onze mond te houden, hopen op een zinspeling. Meer zat er niet in. Vooral ik had het er moeilijk mee. Weet je wel hoeveel zorgen we ons maakten, zei ik dan. Op die momenten wilde ik knijpen in die pezige armen van haar. Nergens voor nodig, ik red me wel, zei ze. Stelde ik te veel vragen naar haar zin, dan dreigde ze ermee onaangekondigd te vertrekken. De wereld is gigantisch, zei ze. Ik zou zomaar voor altijd kunnen verdwijnen. Dat was de eerste keer dat ik tegen haar schreeuwde. Ik noemde haar koud en egoïstisch. Ik meende het niet, zei ze. Ik kom altijd terug, dat beloof ik. Destijds klonk het als een geruststelling. En ik weigerde te horen wat ze echt zei. Dat het een kwestie van tijd was voor ze opnieuw vertrok. Ze hervatte haar studie met een geestdrift die me optimistisch stemde. Ze zat nu in het tweede jaar en schilderde monochrome vlakken. Veel blauw natuurlijk. Het blauw van de lucht, vroeg ik. Zeg jij het maar. Ze noemde Yves Klein als inspiratiebron. Tja, wat kon ze anders? Elke eerstejaars had kunnen zeggen dat haar werk wel erg deed denken aan dat van de Franse kunstenaar. Ze vroeg me nooit wat ik van haar schilderijen vond. En dat is maar goed ook. Niet omdat ze waardeloos waren, wel omdat ik er niet op een nuchtere manier naar kon kijken. Ik wist niet of de doeken die tegen de muur van haar kamer stonden, tekenen ten goede of ten kwade waren. Ik hield er niet van om ze frontaal te bekijken en beloerde ze vanuit mijn ooghoeken. Nu, 25 jaar later, lukt het me nog steeds niet om aan die blauwe schilderijen te denken zonder overvallen te worden door een gevoel van angst. We spraken vaker af dan tijdens ons eerste academiejaar en ik putte hoop uit de vele uren die Kay doorbracht bij mij. Soms oefende ze altviool op mijn kamer. Dan plaatste ze de bladmuziek op een kast en speelde met haar rug naar me toe terwijl ik keek naar haar nek. Aan haar schouderbladen, die er net zo sierlijk uitzagen als instrument in haar handen. Ze kon aanhankelijk zijn, attent zelfs,
Toen ze vernam dat ik geïnteresseerd was in wolven en coyotes, kocht ze voor mij elk boek dat ze over de dieren te pakken kon krijgen. Ze vond die tweedehandse exemplaren op rommelmarkten en in winkeltjes. Het maakte veel goed, haar onvoorspelbaarheid, haar koppigheid. Nieuw was dat wispelturige niet voor mij. Tijdens onze tienerjaren kleedde ze zich de ene keer als schoolmeisje, de andere keer als vamp. Bij de moeders van buurtmeisjes glipte ze de slaapkamer binnen op zoek naar mascara en rouge, die ze in dramatische hoeveelheden aanbracht. Ze imiteerde de oude Hollywood-divas, Gloria Swanson, Rita Hayworth, en lachte daarbij om zichzelf. En dan was er haar versie van Verstoppertje. Verdwaaltijd noemde ze het. We waren geen kinderen meer toen we het speelden. Onze lichamen waren te groot voor de bezemkast. Tot 300 liet ze me tellen. Langzaam, zonder op te kijken. Terwijl ze wegrende naar God weet waar. Alles was toegestaan. De straten, de tuinen, de daken, de kelders. Soms duurde het uren voordat ik haar vond. Wanneer het mijn beurt was om me te verstoppen, zei Kay dat ze geen zin meer had in spelletjes. Of dat ze honger had. Op een keer, het was al bijna middernacht, kon ik haar niet vinden. Met lood in de schoenen liep ik naar Kay's huis toe, waar niet één licht brandde. Ik durfde niet aan te bellen en ging naar huis. Daar vond ik haar op de grond naast mijn bed. Ze was door het raam naar binnen geklommen en in slaap gevallen. Haar handen lagen samengevouwen naast haar hoofd, als van een persoon die bidt. Dank u wel. Kathy, durf je eigenlijk nog wel debuteren na jaren recensent geweest te zijn? Ik denk dat ik de oudste debutant van de avond ben, dus dat vertelt natuurlijk ook wel iets over die durf. Het heeft lang geduurd voor ik het durfde. En dat heeft voor een stuk wel te maken met dat, met het feit dat ik heb Engels literatuur gestudeerd, ik heb enorm veel gelezen en gerecenseerd. En als je dus Anglo-Saxische literatuur recenseert zoals ik, dan lees je heel veel goede boeken ook. Oké. Okay. Ja, dat komt een beetje onhandig uit, maar in ieder geval, ik haal er heel veel goede boeken uit de stapels. En ja, dan heb je soms het gevoel van, ja, wat kan ik daar nog aan toevoegen? Dat gevoel, ja, ik had in ieder geval wel een soort vrees om dat te doen. Ik vond het, wat ik heb altijd geschreven, maar ik vond het vaak niet goed genoeg wat ik zelf schreef. Je had de last van de wereldliteratuur op je schouders. Ja, ik denk het wel. Maar uiteindelijk, gelukkig, is dat verlangen om te schrijven dan toch groter dan die angst. En dat is echt wel bij mij het geval, dus daar ben ik wel blij om. Ja. En als je dan aan het schrijven bent, denk je dan aan alles wat je gelezen hebt? Of vergeet je het en ga je op in wat je zelf bedacht hebt? Het is een combinatie van de twee. Ik denk dat alle schrijvers zich laten inspireren door anderen. Ik interview ook heel veel auteurs voor de Standaard. En heel veel grote auteurs die vertellen mij ook dat zij zich, bijvoorbeeld Jennifer Egan heb ik nog geïnterviewd niet lang geleden, die vertelde hoe belangrijk die Thomas Cromwell romans van Hilary Mantel voor haar waren geweest. Dan zou je toch denken, Jennifer Egan, zelf de Pulitzer Prize. Die vertelde dat zomaar tijdens dat interview. Dus zeker op technisch vlak heb ik enorm veel opgestoken van schrijvers. En ja, ik denk er wel aan, maar het belemmert mij niet meer. Het is meer dat ik denk van, hoe zou die dat aanpakken of zo'n scène schrijven. Maar het is niet meer een belemmernis. Maar ik kan gelukkig wel nog ook gewoon mijn eigen ding doen zonder daar de hele tijd mee bezig te zijn. En aan wie denk je dan? Een schrijfster die ik wel voor dit boek, die mij wel een beetje beïnvloedt, en dat klinkt nu misschien van mensen gaan dan denken, ze vindt zichzelf zo goed, maar het is meer technisch en zo. Sarah Hall vind ik bijvoorbeeld een heel goede schrijfster. Dat is iemand die mij even beïnvloedt, maar ook vooral voor het zoeken van de toon en zo. Ik denk dat mijn boek, ik krijg wel terug ook van mensen, dat het een beetje meer lijkt op Amerikaans literatuur dan veel andere Nederlandstalige debuten of gewoon boeken in het algemeen. Ja, het helpt natuurlijk ook wel dat het speelt zich voor een groot deel af in Brussel, maar David, een hoofdpersonage, is een Amerikaanse auteur en die leeft echt in die Weidse landschappen daar in de Verenigde Staten, dus dat geeft het wel een andere sfeer. Ja. Ben je research gaan doen daar? Ben je op reis gegaan door die streken die je beschrijft? Ik had die streken al bezocht voor ik het boek heb geschreven, maar toen, dat was eigenlijk mijn huwelijksreis. Dat was in 2009. Maar ik ben niet terug geweest, maar ik had toen wel enorm veel in mijn dagboek. Ik hou een dagboek bij en ik had heel veel genoteerd. En die Redwoods, dus voor een groot deel speelt zich af in California en dan in de Redwood Forest, dus in het noorden van California, waar die David, waar ik net over las, woont. En ik ben daar wel geweest en heeft heel veel indruk op mij gemaakt. En ik ben sowieso heel gevoelig voor landschappen, ook in romans en zo. Ik hou wel van
van boeken waar het landschap een prominente rol in speelt. Dus ik wist van, ik wil daar iets mee doen met dat landschap. Maar wat het precies zou worden, dat wist ik toen nog niet. Maar ik heb wel zo veel genoteerd dat ik wel voldoende had om het in het boek te kunnen gebruiken. Een ander thema in het boek is het flaneren door de stad, ook een soort landschap natuurlijk, en dan meer bepaald door Brussel. Het interessante is dat je het vrouwelijk hoofdpersonage dat laat doen, terwijl de historische flaneurs in Parijs en andere wereldsteden in de 19e, begin 20e eeuw altijd vooral mannen geweest zijn, want voor vrouwen was het een beetje onguur in de publieke ruimte. Ja, het is ook een boek dat mij een beetje beïnvloed heeft, is een boek dat heet ook Flaneuse, en dat gaat dan over vrouwelijke flaneurs. Dus ik wou, een belangrijk personage in het boek, die David, die begint al een relatie met een Brusselse vrouw, Marcia heet ze. En zij is gescheiden, nog niet zo lang, en wat ze eigenlijk doet is, ze gaat ronddwalen in de stad op zoek naar een nieuw territorium. Want ik denk, als mijn liefde hoort vaak een bepaald territorium, je hebt je plekken, de restaurants, concerten, concertzalen waar je komt. En zij wil eigenlijk een nieuw territorium verkennen en ze vindt het moeilijk om nieuwe plekken te vinden. En ze gaat dat eigenlijk dan doen is gewoon terug blijven gaan tot de vorige vergeten is. Ja, dat is ook een tactiek. Ja. Maar goed, ik vond het wel leuk om inderdaad een vrouwelijke... Ik heb er wel bewust aan gedacht om het een vrouwelijke flaneur van te maken. Waarom niet? Mijn vrouwen kunnen toch ook flaneren? Ja. En tot slot, je doseert ook creative writing. Voor de eventuele schrijflustigen in de zaal, mensen die zelf ook hopen te debuteren ooit, valt dat eigenlijk wel aan te leren? In de Verenigde Staten gebeurt het vaak, maar bij ons eigenlijk een stuk minder, zoals schrijflessen. Ja, ik vind dat altijd zo'n vreemde vraag eigenlijk. Want mensen volgen toch ook pianoles en allerlei andere creatieve vaardigheden worden toch ook aangeleerd. Dus technische vaardigheden, die kan je absoluut verbeteren. Natuurlijk moet je een basistalent hebben, maar je kan zeker iemand leren om een iets betere dialoog te schrijven dan ze in het begin van de les konden. Of misschien wat aandacht voor hoe maak je flashback. Dus weet je, dat soort technische dingen. En het gaat ook, wat ik ook zo mooi vind aan creatief schrijven, is dat ontdekken hoeveel plezier schrijven kan brengen voor mensen. Mensen kunnen echt heel gelukkig van worden. Dat zie je ook in zo'n les. Dat vind ik geweldig om te zien. Dus iedereen heeft ook de bedoeling om, of de intentie om een auteur gepubliceerd auteur te worden. Ja. Naast je zit iemand die wel een gepubliceerd auteur is geworden, Maarten Goedals. Ben je gelukkig geworden van het schrijven van je boek, De Fragmenten? Doodgelukkig. In dat geval mag je een stukje voorlezen. Goedenavond, Leuven. De Fragmenten gaat over het einde van de monarchie in een niet genaderd genoemd land, waar de laatste koningin sterft. En oorspronkelijk was ik van plan om een stuk te schrijven over de begrafenis van de koningin, maar op algemeen verzoek van mijn vriendin ga ik een ander stukje schrijven over het personage die de slaap niet kan vatten. Ik vind de slaap niet. Ik moet alsmaar krabben aan mijn achterste, die rimpelige vissenmond. De spier tintelt, trekt samen, alsof een lange, dunne worm verborgen in mijn darmen aan de randen van de sluis komt snuisteren om het lichaam te verlaten, de wijde wereld van mijn lakens in. De jeuk die het veroorzaakt komt als venijn en in verschillende, achtereen volgende fases. Eerst als een vage notie, dan van dieper uit als een plaagstoot die me wakker schudt. Ten slotte, zoals een uitslaande brand die ik met speeksel moet blussen of ik verga helemaal. Omdat ik ten slotte niet meer hou, stamp ik het laken naar de rand en trek ik mijn benen half op. Twee breed opgespannen hespen naast elkaar, met daartussen de obscure wrevel die niet eerder zal lijken dan wanneer het aangeraakt ergo gebrutaliseerd wordt. Ik kan niet anders dan de spier door het stof van mijn onderbroek betasten, precies of ik een schakelaar indruk, maar zonder dat het licht ergens aanspringt. Het blijft donker in de kamer, maar niet donker genoeg om in slaap te vallen. Onderhavig en ontmand, met mijn knieën tot bijna naast mijn oren een omgerolde hamster, zo wiegel ik op het bed dat geen steun biedt. De irritatie komt midden aan de naad van mijn broek aan de oppervlakte.
En indien iets vanzelf verdwijnt, neemt het enkel toe. Dan voel ik op de duur niets anders meer. Ga ik volledig in de jeuk op die over mijn hele bilspleet kruipt. Meer nog, dan ben ik de jeuk. Een schaduw van jeuk. Zonder plagende jeuk besta ik op dat eigenste moment niet. De jeuk is mijn ziel, heel mijn hebben en houden. Peper in mijn gat. Maar eigenlijk is het bittere ernst, niet om mee te lachen. Het verbrot mezelf vertrouwen. Wat verlichting biedt? Weinig. Klauwen, inwaarts reiken, schuren, frotten, tot het gevoel verdwijnt, tot het opgaat en vernietigd wordt door een nog grotere pijn die ik oproep. Ik fantaseer dat over de kringspier, die roze, donkere, dikke calamaris, een fijn laagje eczeem ligt dat ik moet wegschrapen. Het zilveren streepje op een krasbiljet. De spanning erbij telkens om de pot te winnen. De teleurstelling achteraf. Ik krap in tussenpozen, daarbij balanceren tussen twee verwante gewaarwordingen. Tussen weeën van bronstig genot en in het verlengde daarvan een soort schurende pijn. Dat schipperende evenwicht weet ik minutenlang aan te houden tot het, wijkend naar de kant van het ongemak, om een totale overrompeling smeekt. Om de totale vernietiging van de jeuk. Een verkrachting dus, vingerend. Maar in plaats van mij in te houden, reageert mijn lijf daarop met nog meer opwinding. Mijn mannelijk geslacht groeit lomp in de hand. De stekels worden opgezet. En tegelijk knaagt een niet te harde besef van schaamte, omdat ik niet naar de dokter durf voor een diagnose. Ik stel genezing uit, ik zit allicht vol aanbijen. Een kwartje kilo aanbijen, een druiventros. Een flinke viezigheid, die troep in mijn poep. Mijn grootste gemis momenteel? Een vrouw. Wie wil mij koteren, terwijl ik mijn gat omhoog word afgetrokken? Wie koketteert graag? Natuurlijk nooit gevraagd aan Eline, de eenzelvige. Eline, die het altijd eervol wilde houden en esthetisch verantwoord. Ik sta stijf van het idee alleen al en trek onbezield aan mijn geslacht dat met de eenvoudige bewegingen meegeeft. Ik snuif krachtig aan mijn vingertoppen en ruik een zoete, ongepolijste geur van suiker en beginnend rottend fruit, van bananen en pruimen, een geur die vlinders aantrekt. Mijn testicles klimmen door de spanning op, verdwijnen dieper in de cocon van mijn bekken. Ik word weer het jongetje van weleer en verdwijn in een vaag fantasiewereld en vergeet de moeilijke aanvang van de nacht. De volgende ochtend, bij het wassen, trek ik mijn onderbroek uit. Een rode, bruine, opgedroogde streep aan de binnenkant van het stof. Ik laat het bad vollopen. Ik lijk verdomme een vrouw met maanstonden. Dank je wel. Je hebt wel een boek van contrasten geschreven. Het hoofdpersonage is een journalist die vakantie heeft. En op dat moment sterft, zoals je net al zei, de koningin van het land die geen opvolger nalaat. En aan de ene kant zit hij de hele tijd na te denken over wat de monarchie nu betekent voor een land en hoe dat allemaal in elkaar zit en waarom het volk dat zo belangrijk vindt. En aan de andere kant heeft hij van die lichamelijke bezonjes de hele tijd. En dan ook nog een verliefdheid waar je maar niet van afraakt. Vanwaar het idee om die dingen allemaal samen te steken in één boek? Eén, dat is een goede samenvatting. En twee, omdat ik denk dat er een soort gelijkenis zit tussen de, enerzijds de fascinatie van een dik figuur voor zoiets, een aberrant instituut als de monarchie, en anderzijds ook zijn fascinatie voor onder andere het pornografische. En de eigen, hoe moet ik het zeggen, verlekkerdheid op het erotische en zo. Dat zijn twee elementen waar hij als individu, maar ook de mensheid, de koer, constant zit na te denken van, tja, wat is dat nu eigenlijk? En waarom spreekt mij dat nu aan? En waarom blijf ik daarover nadenken? En ook, waarom doet dat bij mij zo rare gevoelens opwekken? Ik bedoel, een koningin bij veel mensen wekt gevoelens van oftewel angst op of irritatie, maar het doet op zijn minst iets. En ja, gevoelens van erotiek doen ook wel iets bij een mens. En je hebt daar eigenlijk geen vat op.
In die mate dat het op den duur eigenlijk begint te vervelen. Dan blijft gewoon die fascinatie en je kunt het niet definiëren. Ze zijn allebei irrationeel, bedoel je? Zowel de fascinatie voor een instituut als monarchie, als porno, erotica, ja, compleet irrationeel. Maar dat is het interessante eraan. En vooral ook een instituut als de monarchie, want het leuke daaraan is als instituut staat het eigenlijk een beetje haaks ook op onze tijd. Onze tijd heeft altijd de woorden vol van efficiëntie en doelmatigheid. En als ik Gert Bourgeois hoor van de 10 zinnen dat hij zegt, zijn er 9 mensen waarin dat hij zegt van we moeten de tering naar de nering zetten. En dan denk ik van we hebben daar anderzijds zo'n instituut als de monarchie die eigenlijk compleet leeft bij de verspilling, die leeft bij gratie van het arbitraire. En ja, het feit dat dat anno 2018, bijna 2019, dat dat nog steeds bestaat, vind ik gewoon fascinerend. Eigenlijk zouden we dat moeten rationeel gezien moeten afschaffen, maar we doen het niet. Het deed mij ook, wat het net al over Hilary Mantel, die geweldige reeks historische boeken over Cromwell en dan natuurlijk ook Henry VIII en de hele hofhouding heeft geschreven. Maar die heeft onlangs een hele interessante analyse geschreven over de koninklijke lichamen van de Britse koninklijke familie. Want aan de ene kant zijn die onaanraakbaar en onaantastbaar en kunnen we ons niet voorstellen dat die mensen nooit seks hebben. Maar aan de andere kant, van zodra zo'n vrouwtje zwanger is, zit de hele verzamelde pers er wel met vergrootglas. Dat klopt. En ze zei ook in dat essay dat koninklijke lichamen eigenlijk volledig te reduceren zijn tot vagina's en penissen. En dat is eigenlijk ook het primaire... kort door de bochten. Dat is eigenlijk ook het primaire, moet ik zeggen, doelstelling dat de koning of een koningin heeft, is uiteindelijk de bloedlijn waarin dat staat, gewoon verder zetten. En als wij, het volk, die op een afstand kijken, hebben altijd wel in eerste instantie een vorm van appreciatie en hoogwaarding ten opzichte van dat ding. Maar owee, als een van onze koninginnen geen kinderen krijgt, dan worden we kwaad. En dan gaan we eigenlijk gewoon die veil, die sluier van barmhartigheid die een koningin wel heeft aftrekken. En we worden dan eigenlijk kwaad omdat ze halve functie niet doet, zijn de baarmoeder zijn. En dat is natuurlijk waarom de koningin in jouw boek in een land dat verdacht veel op België lijkt voor de rest, geen kinderen heeft. Er zijn verschillende redenen waarom dat die koningin in mijn land, of dat het nu België is, of Zweden, of Nederland, of Engeland, overal waar dat er een monarchie is. De reden waarom dat ze geen kinderen heeft, daar geef ik wel een paar hypotheses over, maar ik geef daar eigenlijk geen uitsluitsel over, omdat we het uiteindelijk nooit weten. En dat is het hele punt aan de monarchie. Er gebeurt veel, we zien heel veel, maar wat er eigenlijk achter de schermen gebeurt, dat is uiteindelijk maar gissen en raden. Maar we hoeven het eigenlijk ook niet te weten, want als we het weten, is het eigenlijk niet meer plezant. Nog even over de vormen van je boek. Het doet soms essayistisch aan omdat het dagboekfragmenten, ja, de titel is de fragmenten, zijn van het hoofdpersonage. En die beschrijft dan wat er gebeurt in zijn leven, maar soms laat hij zich ook gaan in bespiegelingen over, over porno, over alles wat hem bezighoudt, over filosofie, over het koningshuis. Mm. Ben je niet bang dat dat lezers afschrikt? Ja, als mensen vragen hoe moet ik het, de roman, want ik zelf noem het een beetje een novelle, maar als men vraagt hoe moet ik de roman beschrijven, dan zeg ik absoluut niet. Het is een moderne of postmoderne experimentele roman, want dan alleen nog maar omwille van die connotaties zijn al minstens de helft van je lezers kwijt. Dat is het niet. Het is inderdaad opgedeeld in kleine fragmentjes, dagboekfragmenten. Er zit inhoudelijk wel een soort logica in, hopelijk, denk ik. Maar het zijn korte fragmentjes om de simpele reden dat ik eigenlijk misschien tot nu toe eigenlijk niet in staat was om lange stukken te schrijven. En dat is een structuur ook in te ontwaarden was ook altijd een van mijn grote nadelen. Toen ik nog voor de Standaard werkte, is dat ik eigenlijk niet echt goed was. Ik was fantastisch goed in de kortjes schrijven, maar iets minder lang, of minder fantastisch in de lange stukken. Net omwille van die structuur en die aandachtsbogen en die aandachtspannen. Maar misschien moet je dat niet als een tekortkoming zien, maar zou je het ook zo kunnen draaien dat het goed past in onze tijd van versnipperde aandacht? Zo. Je zegt gewoon ja. Als het mag, ja, inderdaad. Gereden en volledig gelijk. Dus een boek dat goed past voor mensen die graag nadenken en toch last hebben van versnipperde aandacht. De fragmenten van Maarten Goedals. Ah, misschien voor we afsluiten nog één iets. Je was tot voor kort journalist bij de Standaard, maar nu werk je voor de
Hubertusvereniging Vlaanderen. Ja. Misschien toch even uitleggen wat dat is. De Hubertusvereniging Vlaanderen is de belangenvertegenwoordiger van de jachtsector. Of zoals dat ze het op het forum van het laatste nieuws noemen, de boordenaars. Ze zochten daar een paar maanden geleden een communicatieman die is een poging wou ondernemen om de jachtsector in Vlaanderen toch, moet ik zeggen, enigszins te verdedigen. En toch het algemene beeld die we hebben over jagers, het zijn cowboys die op alles schieten, om dat toch, als het kan, een beetje aan te passen, want het is toch niet zo. En je voelde je geroepen om die persoon te zijn? Ik voelde mij geroepen om die ondankbare taak op mij te nemen, ja. En kunnen we dan binnenkort een sleutelroman over de wereld van de jacht verwachten? Nee. Ben jij ergens anders aan het werken? Ja. Kleine primeur, ja, primeur tussen aanhalingstekens. Ik ben bezig over een boek over bowling. Bowling. En een van mijn ambities is om het beste boek in Nederlandstalig te alle bieden te schrijven over bowling. Zijn er al boeken over bowling in Nederland? Wel, je neemt de woorden uit de mond. Ik denk niet dat het zo moeilijk is om die ambitie waar te maken, want er zijn eigenlijk nog geen boeken over bowling. Dus. Oké, okay, bij deze debutant die de lat heel laag legt voor zijn tweede boek. Oh, heel hoog, heel hoog. Dankjewel Maarten en Cathy. De laatste debutante is Rana Fabias, die mag het podium bestijgen als ze daar zin in heeft. En met Habitus, haar debuutbundel, won ze meteen de C.S. Buddingprijs. En over de rest praten we straks, maar als je wil kan je eerst een stukje voorlezen. Ga ik doen. Ik vond een lichtsituatie bij Kader toch wat aangenaam, maar ik snap niet wat ik bedoelde. Dus minder licht op de spreker en meer licht op de zaal, alsjeblieft. Het zegt heel veel. Dank je. Ik wacht al even. Niet om je ongemakkelijk te maken. Kapitaal. De erfenis vinden we in beschimmelde dozen die al minstens 4 generaties liggen te vergelen. In het huis onder de huid van onze overgrootmoeder en iedereen die uit haar kwam. Ik krijg 5 trucs om gokkasten te laten betalen. Een simpele manier om geld te maken. 8 manieren om de man thuis te houden, waaronder 4 brouwsels voor een strakkere kut. Een recept voor blijf hier water. En in de loop der jaren een geactualiseerd boek met levensreddende instructies voor de weerloze deerne waarin ik lees. Je moet je man bewieroken als hij slaapt. Als je niet verder dan de eikel komt, word je nooit zwanger. En de eerste 3 centimeters leiden sowieso niet tot waardeverlies. Let op dat je tussen 3,5 uur 's nachts je telefoon uitzet vanwege stralingen uit Mars die Alzheimer veroorzaken. Koop geen brood in de supermarkt. Dat is gemaakt van mensenhaar en witte mensen bakken al jaren muizen in het hart van ons brood. Let op. Generieke medicijnen zijn deel van een complex, nauwelijks uit te leggen complot, maar in ieder geval levensgevaarlijk. Slik ze niet. Leef lang. Kijk uit. Als je handtas op de vloer ligt, zal je altijd arm blijven. Als iemand je voeten veegt, zal je nooit trouwen. Trouwen, ze hebben niet van mij, maar als je het bericht doorstuurt naar minstens 15 vrienden, krijg je voldoende beltegoed om een jaar lang kosteloos transatlantisch te bellen. Echt waar. Leef lang. Bel lang. Kijk uit. Yoga is een wapen van de duivel, maar blijf lenig. Ook dat houdt de man thuis. Als je dit bericht met minstens 20 mensen deelt, krijg je aan het einde van het jaar een bonus van $10.000 van een softwaregigant. Echt waar. Een vriend van een vriend heeft dit gekregen en hij is van het geld op vakantie gegaan. Let op. Als je met je voeten op tafel zit, zal je moeder sterven. Dat geluid bij de voordeur is Jezus die klopt om in je hart te komen wonen. God zegen, geef elke week geld aan de kerk, want anders. Dit is een foto van een boze man die met een smoes over verhongerende kinderen in West-Afrika je huis in probeert te komen om het leeg te roven. Kijk uit.
laat hem niet binnen. En als je meer in het algemeen niet wil dat iemand weer je huis in komt, moet je handje zout achter diegene gooien als hij gaat. Pas op. Brandsalie. Spring op oudejaarsavond 3 keer heen en weer over hete kolen waar je wierook op strooit. Offer dan ook vuurwerk aan de boze geesten, zodat ze je de rest van het jaar met rust laten. Eet precies om middernacht 12 druiven, 1 voor elke maand van het jaar. Het is niet duidelijk wat dat oplevert, maar je kunt het weten niet laten. Als je deze instructies niet deelt, is er een reële kans dat je kinderen binnen 4 maanden zullen sterven. Als je geen kinderen hebt, je geliefden. Als je geen geliefde hebt, je ouders. Als je geen ouders meer hebt, jijzelf. Het volgende gedicht is vernoemd naar een stoofbeer. Gieser Wildeman. Gieser Wildeman is een stoofbeer. Ik ben een vrouw. Dat is het dak van een 3 eeuwen oud huis. Ik ben een vrouw. Dat is het troebele vocht dat uit een Spaanse perzik langs zijn lippen loopt. En ik ben helaas het vocht en de perzik en elk ander handzaam, zacht, zoet, sappig fruit. Want ik ben een vrouw. En dat is het brilmontuur van een man van gemiddelde intelligentie. Maar ik ben een vrouw en in mijzelf genoeg. Er is geen licht in mij. Er is wel een schuilplaats, een voorkamer, een wachtruimte, een plek waar ik iemand kan ontvangen. Een man. Het begin van een kind, de vingers van een vrouw. Toch heb ik aan mezelf genoeg. Het maakt niet uit hoeveel postmoderne gendertheorie ik aan mijn heupen hang. Het is aan mij te zien. Ik ben een vrouw. Ik zou kunnen bestaan naast een man, maar een man is geen lichaam. Een man is geen brommende bastonen, geen lage stem, dikke armen, stroeve vingers, dikke huid, geen baard. Een man is geen baard. Een man is ook geen vage vuur. Een man is geen lot. Een man is geen huis om in te wonen. Een man is geen bed om op te liggen. Een man is geen werkverschaffing. Een man is geen afleiding. Een man is geen arbeidstherapie. Een man is geen raspaard. Een man is meer dan aanbiddende ogen in een gestolen nacht. Een man is geen kofferbak. Geen zwaailicht. Een man is geen diepe buiging voor mijn kruis. Een man heeft ook gevoelens. Denkt ook na, heeft ook pijn. Soms weet hij zelfs waarom hij pijn heeft. Een man is geen vleeshaak, geen fileermes, geen geweer, geen heet merkijzer, geen heilig boek. Een man is geen wapen, geen hobby. Een man is 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 geen strafregel. Een man is geen tronen met gekruiste benen op te zitten als een dame. Ik ben geen dame. Ik ben een vrouw. Ik wil toch nog eentje ter afronding van deze vrolijke bende. Roesplaat. Onderweg naar de roestplaats bewater en bemest ik 1 vierkante kilometer rood-bruine aarde. Het is een altruïstische investering. Ik maak het mogelijk voor een ander om
wortel te schieten, uit te dijen, het ecosysteem te verstoren. Dan was ik mijn handen lang en grondig. Ik trek de afdrukken van mijn vingers. Voorzichtig. Ik ben voorzichtig. Ik knip mijn haar omdat ik een slachtoffer ben. Ik verf mijn haar omdat ik een schurk ben. Ik kweek een snor voorbij mijn valse papieren. Ik ben rustig. Ik ben rustig. De Boeing vlieg ik door de turbulentie en retrospectief naar de man die mij terloops en onbedoeld verwekte. Ik neem een gijzelaar, introduceer hem bij aankomst, zeg: deze man doet me aan jou denken. Ik wil hem niet, we moeten praten. Het is tragisch dat ik hem zal dragen. En ik zal hem dragen als een berenvel. Ik zal hem dragen als een mantel. Zijn huid ruikt naar woestijn, hitte, fenegriek en open wonden. Mijn moeder breng ik terug naar het barre land, omdat ik van haar houd. Vanwege mijn moeder geef ik iedereen die op mij lijkt terug aan de aarde. Ik werp mijn mantel af omdat ik van mijn moeder houd. Omdat ik van mijn moeder houd, bezweer ik de herhaling vanuit mijn afgeklemde eierstokken. Mijn afgeklemde eierstokken zijn schoon. Mijn afgeklemde eierstokken zijn schitterend. Mijn afgeklemde eierstokken zijn vervaardigd van reactieve metalen. Dan rust ik. Hier roest ik. Hier stopt het. Je bent geboren op Curaçao, je bent naar Nederland gekomen om kunst te studeren, als ik het goed begrepen heb. Ja, ik ben gekomen om te studeren. En in al de stukken die ik over je gelezen heb, wordt je bundel aangekondigd als een bundel die gaat over ras en feminisme en vrouwen en een nieuw land. En zo. Ras, ja? Ik heb, ja, dat wordt vaak geschreven. En ik heb dat niet echt erin gelezen. Ik heb vooral hard moeten lachen tijdens het lezen. Nou, dat scheelt. Het is ook een vrij deprimerende bundel, maar ik hoop ook steeds dat mensen hier en daar iets vinden om over te lachen. En volgens mij is het ook best te lachen om de onderwerpen die je net noemde. Moraal zelfs, als je het mij vraagt. Ja, dat is dan gelukt, denk ik. Dat is fijn om te horen. En is dat dan vervelend dat daar altijd wordt over geschreven? En nu ben ik er zelfs weer over aan het praten, maar dan op een metaniveau, hoop ik. Nee, ik vind het niet vervelend. Tot op zekere hoogte niet. Kijk, het wordt voor een deel ook gethematiseerd, dus ik zou het heel gek vinden om me dan te gaan ergeren als men daar dan over begint. Zolang het over het boek gaat, en de taal in het boek en de stemmen in het boek. Het wordt een ander verhaal als het over mij gaat in die context. Of dat, of als mensen menen dat ik nu een soort van aan de politieke stelling namen moet doen. Dat geen tijdje. Dat moet je eigenlijk helemaal niet doen. Nou ja, ik maak zelf wel uit wat ik doe. En als ik het wil doen, dan doe ik het als ik het zelf wil doen. Vooralsnog heb ik zoiets van, als ik het wil zeggen, dan komt het in het boek. We laten het dan over de titel hebben van het boek. Ja. Habitus, is dat een begrip dat je bij Bourdieu hebt gehaald? Misschien ter duiding voor de zaal. Bourdieu is een, ja, was het een socioloog? Ja, toch? Die socioloog, ja. Veel geschreven heeft over hoe kunst en uitingen van kunst ook vooral iets zijn waar mensen sociaal kapitaal mee kunnen opbouwen. En over hoe mensen zich in de wereld bewegen en bepaalde houdingen aannemen en bepaalde dingen leuk vinden en niet leuk vinden en zich daarmee dan profileren. Vat ik dit een beetje oké samen? Ja, nee, als het gaat over smaak. Maar hij heeft het in ieder geval ook over verschillende vormen van kapitaal, waaronder dus cultureel kapitaal en sociaal kapitaal. En het is gewoon een fijne paraplu
als je aan het denken en schrijven bent over onder andere cultuur en uitsluiting, maar ook perspectief en in hoeverre datgene wat je vanzelfsprekend vindt dat ook voor een ander is en waar er dan een soort van spanningen ontstaan tussen die gebieden in. Maar buiten Bourdieu om, ik ben een Bourdieu fangirl, dus ja, het komt daar vandaan. Maar het is ook gewoon een term die gebruikt wordt bijvoorbeeld bij kristallen. Dus het is een set van kristalvlakken die de vorm bepalen van het uiteindelijke ding. Welk soort kristallen? Ja, überhaupt kristallen. Ah, sorry, ik ken niks van gesteentes. Ja, maar ook van bomen bijvoorbeeld. Het betekent ook gewoon uiterlijke verschijningsvorm. En dat vond ik ook wel een goede, een fijne als vertrekpunt naast de definitie van Bourdieu inderdaad. Maar als je in de titel van een poëziebundel naar Bourdieu verwijst, misschien lees ik het verkeerd, maar voor mij betekent dat dat je dan ook de hele wereld daar rond dit soort avonden, recensies, uitgeverijen, niet al te serieus neemt. Ik zeg niet dat ik het niet serieus neem, ik ben er ook deel van. Ik moet soms wel lachen. Ik zie heel veel hiervan. En überhaupt, wellicht niet alleen binnen dit veld. Maar ik heb de afgelopen jaren ook op andere plekken gewerkt. Ik zie heel veel performances. Ik zie heel veel acts. Heel veel herhalingen van menselijk gedrag. Ik doe daar ook aan mee. Het is ook een beschermingsmechanisme. Bespaart me een hoop gezeik om me op bepaalde plekken te schikken. Maar het is ook wel super interessant om op die manier te kijken naar mijn eigen act. En naar de acts van anderen. En alweer naar die vanzelfsprekendheden. Kijk, ik ben hier naartoe gekomen, of niet hier. Ik ben naar Nederland gekomen. En ik kom ook uit een sociaal-economische achtergrond, daarin is het helemaal niet vanzelfsprekend dat ik dan zou gaan schrijven. Het werd ook best wel stom gevonden. Ik ben de eerste vrouw in mijn familie die ging studeren. En dan ben je alsnog best wel dom als je dan kunstacademie gaat doen, snap je? Doet dan iets nuttigs, was het? Het doet dan iets nuttigs, inderdaad. En dat betekent doorgaans economie, rechten of geneeskunde. Maar niet kunstacademie. En wat ik merkte, en wat ik nog steeds merk in het veld, is dat die stemmen, en ik heb een grote liefde voor literatuur, en die is wel heel lang, maar die stemmen van die mensen die me na het hart liggen, waarmee ik opgegroeid ben en die ik ken, die hoor ik niet terug. En dat heeft ook te maken met die begrenzingen waar bijvoorbeeld Bourdieu ook over schrijft, maar ook andere schrijvers en denkers zich er ook verhoud hebben. En het is interessante materie om over na te denken, zeker als je je verplaatst. Dus het is, voor een deel is het een verhaal over migratie, maar voor een deel is het ook een verhaal over klassenmigratie. En is er een manier om die barrières dan door te breken, want het wordt ook vaak geprobeerd in cultuurhuizen. Hè? Dan wordt er zo eens pro forma een stuk opgevoerd waar ze de hele buurt uitnodigen, maar die buurt komt dan nooit terug naar alle volgende voorstellingen. Ja, dat snap ik wel. Mensen hebben waarschijnlijk wel andere dingen aan hun hoofd. Ja, precies, maar is het überhaupt niet wenselijk? Of? Nou ja, ik denk dat het helpt als datgene waar men naar komt kijken op de een of de andere wijze ook iets van dat leven reflecteert. Waar die groep waarover vaak geklaagd wordt, van ze komen niet, zichzelf ook in kunnen zien. En met alle respect, maar de literatuur is volgens mij toch wel best wel een middenklasse aangelegenheid. Maar dat is historisch ook altijd wel zo geweest. Precies, maar nu is er een nobel streven om ook andere mensen daarbij te betrekken. Maar misschien is dat streven op zich naïef. Moeten we dat helemaal niet willen? Nou, het heeft me van de straat gehouden en het heeft me heel veel plezier en veel troost gebracht. En er zijn ook genoeg verhalen van mensen die een soort van ontsnappingsroute hebben gevonden,
Dat vind ik ook wel stom om dat zo te zeggen, want het is niet alsof dit allemaal geweldig is, maar gewoon... De broodjes waren niet eens zo lekker daarnet. Nee, dat kijk, daar zou je me niet snel over horen. het is dus mogelijk, dat vind ik wellicht wel jammer, dat ik zeker weet dat er heel veel mensen zijn die ik ken hier ook van zouden genieten en die eenmaal eraan blootgesteld ook te veel aan hebben. Maar het is een zeer complexe zaak en ik hou me niet zo bezig met de schuldvraag. Maar het is wel iets wat me aangaat en wat me raakt. En waar ik me soms in het schrijven ook toe verhoud. Het bundel gaat er niet alleen maar over. Het is veel deprimerender dan dat. Maar toch goed gelachen. Tot slot, ik denk dat we moeten afronden. Maar als je dan met zo'n Bourdieu-blik naar deze avond kijkt, lijkt me wel fijn als je dat nu doet. Nee, dat ga ik niet doen. Nee, dat vind ik niet aardig. Nee, maar dat... Ja, ik moet dat ook verduidelijken. Dat is voor mij ook gewoon een manier geweest om iets beter te begrijpen wat ik aan conflicten of aan misverstanden of aan onterechte aannames en conclusies over wie ik zou zijn, bijvoorbeeld, of mensen die op mij lijken, of mensen met één soortgelijke achtergrond, of over migranten. Weet je wel, er was enige worsteling om dat te begrijpen. En dat was één hulpmiddel. Maar om nou hier te gaan zitten met een soort van Bourdieu-blik, het enige wat ik daarover net zei, en dat geldt nog steeds, de kunsten, dat is een middenklasse aangelegenheid. Of een soort van upper middenklasse aangelegenheid. Dat blijft. Maar over jullie als individu heb ik niks te zeggen. Het gaat mij om het systeem. Zeg maar. Wat, ja. Dat is ook naar aan de hele situatie. Het gaat niet om de mensen, het zijn het systeem. De mensen houden het systeem wel eens. Dat is wel zo, want het is natuurlijk ook wel comfortabel ergens. Mm. Die systemen in stand houden. Ja, net als man-vrouw verhoudingen waar het ook over gaat. Maar dat is een andere kwestie, we hebben geen tijd. We hebben helaas geen tijd meer voor, maar wie daar meer wil over lezen, kan heel dit systeem in stand houden. Je bundel te kopen straks buiten en ook de andere debutanten zijn daar te koop. En er zijn geloof ik nog drankjes en literaire tijdschriften en zo. En dit was het debutantenbal. Ik weet dat het niet eens al gedanst worden vandaag, maar dank jullie wel.